For me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond allemaal, van harte welkom in de Bali. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn op jullie vrije vrijdagavond op deze internationale dag van de leraar. Heel erg fijn. Mijn naam is Rick Zeveke. Ik ben programmamaker hier in de Bali, verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in De Bali Leert, een reeks die al een jaar of drie loopt. Dit is nummer 12. We gaan het vanavond hebben over het onderwijsbeleid. Misschien moet ik zeggen het falende onderwijsbeleid. De aanleiding voor vanavond is de recente publicatie De Sluipende Crisis van René Knijber en Dorien Zevenbergen. En daar gaan we vanavond over praten. Specifieker, hoe kan het zijn dat onderwijsbeleid dat met goede bedoelingen stuurt op de verbetering van onderwijskwaliteit, niet zelden niet slaagt in die opzet. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het Nederlands onderwijs niet per se aan het stijgen is. Misschien wel aan het stagneren en soms achteruit aan het gaan is. Hoe kan dat? Wat zijn de factoren die daarin meespelen? Daar hebben René en Dorien een kritische verhandeling over geschreven. Daar gaan we het vanavond over hebben. Dat doen we als volgt. Zometeen zullen René en Dorien hun publicatie toelichten. Tussendoor zal René aan u ook een aantal vragen gaan stellen. Vervolgens gaan we aan tafel zitten. Ik zal een paar vragen stellen en daarna nodig ik nog twee extra gasten aan tafel uit. Edith Hoge en Paul van Menen. Om nog even verder over te praten. En tenslotte, niet onbelangrijk, is het woord aan u. Want ik vermoed dat hier veel onderwijskundige kennis en praktijkervaring in de zaal zit. Dus we horen heel graag van u kritische vragen en kritische opmerkingen. Aan het einde, spelregels daarvoor zijn simpel. Op het moment dat u een vraag heeft, steek even uw hand op. Dan kom ik naar u toe met de microfoon. En dan vertelt u even wie u bent, wat uw vraag is en aan wie. Maar wacht vooral even op de microfoon, zodat mensen die thuis meekijken, hallo allemaal, dat ook kunnen verstaan. Goed, zover voor de huishoudelijke mededelingen. Voordat ik de vloer geef aan René, wil ik graag een beetje een gevoel krijgen voor wie wij in de zaal hebben zitten. Op deze dag van een leraar, hoeveel leraren hebben we in de zaal? Daar heel veel. Hier een paar. Hartstikke fijn. Hoeveel bestuurders? Vier, dat is misschien wel een record. Daar ben ik oprecht heel erg blij mee. Heel fijn dat er bestuurders in de zaal zitten. Beleidsmakers. Of leden van beleidsmakende partijen. hebben we studenten in de zaal? Misschien studenten in opleiding, docenten? Tot docent? Ja, ook enkele. Wetenschappers, onderwijskundigen, pedagogen. Ook veel. Journalisten, onderwijsjournalisten. Mooi, ook een aantal. Hebben een beetje een idee. Nog een
handopsteekvraag. Wie vindt dat het Nederlands onderwijs, dus niet specifiek onderwijsbeleid, maar het Nederlands onderwijs beter kan? Oké, okay, dat is helder. Is er iemand die daar misschien één heel specifiek voorbeeld voor heeft? Als in, wat zou er dan beter kunnen? Ik zie hier, heel enthousiast. Kom even staan. Wat is je naam? Ik heb net op het zomerkamp van Stichting Vierkant een verhaal verteld over kleitabletten en wat er aan wortel 2 op stond enzovoort. En ik vertel nu over piramides en de inhoud van een piramide, 1/3 keer de hoogte enzovoort. Die 1/3 is afgeschaft. Daar is 0,666 punt van gemaakt. Dat staat in de referentiekaders voor het rekenen en de talboekjes. En dat is slecht voor het onderwijs. Het rekenonderwijs kan een stuk beter, begrijp ik hieruit. Is er nog een andere suggestie? Specifieke suggestie? Nee? Het kan altijd beter. Sowieso een goede mindset natuurlijk. Goed. Het kan eerlijker. Dat moet je even toelichten. Wat kan eerlijker? Het onderwijs kan eerlijker voor iedereen. Dat heeft veel te maken met differentiatie. Wat in het boekje van René ook een aantal keren voorkomt, dat hartstikke goed zou zijn. Differentiatie werkt in de praktijk nadelig uit voor kinderen met een wat minder bevoorrechte achtergrond. Kansengelijkheid kan stukken beter. Goed, we hebben een beetje een idee van wie er in de zaal zitten en wat het gemoed van u is. Mag ik u vragen om een hartelijk applaus voor onze eerste spreker van vanavond. Hij is uitgever, hij is columnist bij Trouw, hij is lid van Onderwijsraad, maar bovenal is hij leraar wiskunde. René Knijper. Het gekke is eigenlijk, toen we deze boekpresentatie gingen voorbereiden, toen dacht ik, ja, er zal waarschijnlijk niemand komen. Want het is een beetje een nerdy thema, zeg maar, hè, onderwijsbeleid. Dus Dorien en ik hebben 3 jaar geleden al tegen elkaar gezegd van weet je, misschien zijn wij de enigen die dit leuk vinden. Maar we gaan het boek toch maar maken. Dus we zijn ontzettend blij. Nou ja, er zijn veel mensen die Dorien kennen, dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Hè, maar dat jullie hier allemaal zijn. En voor mij is het aparte, zeg, dat normaal gesproken schrijven we een boek of schrijf ik een boek. En dan ben ik van tevoren al bezig om te testen bij mensen wat ze ervan vinden. Door praatjes of door ergens wat te gaan vertellen. En dat hebben we nu niet gedaan. Expres omdat we, misschien ook een wat gevoelig thema is. Wilden we eigenlijk niet te veel verklappen van datgene waar we mee bezig waren. Dus dit is zeg maar een soort test. En ook om te kijken hoe een praatje als dit valt. En de dingen waar jullie goed op reageren, niet goed op reageren. Dus mijn praatje zit zo in elkaar dat ik ervan uitga dat jullie overal goed op reageren. En mocht dat niet zo zijn, dan ga ik toch door alsof het jullie goed gereageerd hebben. Dat is even de waarschuwing vooraf waar ik mee wil beginnen. Oké. Dus waar wij aan gewerkt hebben is de sluipende crisis waarom het onderwijs niet beter wordt. En dat is eigenlijk een vervolg op 2 eerdere boeken. Namelijk het alternatief weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Wat in 2013 uitkwam. En daarin hebben we eigenlijk een pleidooi gehouden van geef leraren meer ruimte. Maar leraren moeten ook veel meer ruimte nemen. Hè, dus ook zelf meer vechten voor hun professionele ruimte. Eigenlijk was een vraag die voortkwam uit dat boek in de gesprekken die we hadden. Met besturen, met schoolleiders, maar ook met leraren zelf en politici, is dat ze zeiden, ja, maar leraren hebben eigenlijk al heel veel ruimte. En waarom nemen ze zo weinig van die ruimte die ze eigenlijk al tot hun beschikking hebben? En dat leidde eigenlijk tot het volgende boek, het alternatief 2, wat heel erg inging op de vraag van, ja, hoe kunnen leraren nou ruimte scheppen? Wat is daarvoor nodig in de school? Wat kunnen schoolleiders doen? Wat kunnen leraren zelf doen? Ook een heel interessante bundel. Maar daar kwam ook weer een nieuwe vraag uit naar voren. En dat ging eigenlijk over de vrijheid van onderwijs. En een van de dingen die we constateerden in het boek Het Alternatief 2, wat ik samen met Jelmer Evers heb geschreven, is dat leraren eigenlijk te veel ruimte hebben om goed van hun ruimte gebruik te kunnen maken. En eigenlijk de vraag die daarin naar voren kwam is van ja, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Wat zou er dan kunnen gebeuren in beleid zodat leraren meer
ja, de ruimte kunnen pakken. Maar wat zit er eigenlijk in die vrijheid van onderwijs wat ons misschien beperkt? En tijdens het maken van het boek had ik een interview met Doreen. En Doreen had een alternatief 2, hadden we een gesprek. En daar kwamen heel veel dingen naar voren over beleid die absoluut niet in het alternatief 2 pasten. Maar waarbij ik het idee had van nou, daar zit eigenlijk wel een volgende boek in. En daar zijn we toen aan begonnen. Daar hebben we zeg maar zo lang aan gewerkt dat ze in de tussentijd 2 kinderen heeft gekregen. Waarvan er 1 inmiddels is afgestudeerd. Nee, dus de... Daar heb ik vrij kort op elkaar, maar toch om het een beetje te schetsen. En dat zou je niet zien aan de formaat van het boek, want het is op zich helemaal niet zo'n dik boekje. Maar we hebben er wel lang over nagedacht en om het goed op papier te krijgen. En daar ga ik jullie nu eigenlijk wat over vertellen. En eigenlijk wil ik om te beginnen even een vraag stellen aan jullie. Namelijk, wie van jullie heeft er kinderen tussen de 4 en de 18 jaar? Even kijken, hou even uw hand omhoog. Okay. En wie van die mensen, en dan moet even uw hand omhoog houden, dan kunnen we even zien. Wie van u heeft er kinderen die meer dan 5 uur per week bewegen? En met bewegen bedoel ik goede inspanning, zeg maar. Sporten, gymmen, niet met je ogen knipperen, zeg maar. Maar dus, ja, sommigen beginnen al te twijfelen. Ja, is dat echt zo, 5 uur per week? Half, maar oké. Okay. Nou, dit is op zich is dit nog aardig wat. Ik mag weer naar beneden doen, hoor. Want eigenlijk is het heel slecht gesteld met de beweging van kinderen in Nederland. Want in 2014 was het zo dat vrijwel alle kinderen niet aan deze beweegnorm voldeden. Dat is best wel wat. 400.000 basisschoolkinderen die kregen slechts 1 lesuur van 45 minuten aan lichamelijke opvoeding per week. En dat is dan een beetje treurig natuurlijk. Wie van jullie vindt dat hier iets aan moet gebeuren? Dus stel het was 2014, u had er iets over te zeggen. Wie zegt er nou, daar moet wat aan gebeuren. 1 uur per week is echt veel te weinig. Ja, mag ik even uw handen zien? Als u denkt dat sommige mensen wel, sommige mensen niet. Oké, okay. Ja, dank u wel. En als er dan iets aan moet gebeuren, wie vindt dit dan een verantwoordelijkheid van ouders en van de school? Hè? Dus wie zou zeggen, dit is een verantwoordelijkheid van de school en van de ouders? Wie, mag ik even handen zien? Ja, dank u wel. Okay. Nou, u bent in goed gezelschap. Bijvoorbeeld, hè, zou dat dan 3 lesuren gym per week moeten zijn als ambitie? Want dat is zeg maar de norm die wij gesteld hebben in 2014. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Eigenlijk zou 3 uur in de week door de school verzorgd moeten worden. En dan bent u als ouders nog aan zet om 2 uur in de week uw kinderen in beweging proberen te krijgen. U bent in goed gezelschap, want in Sander Dekker had uiteraard ook ditzelfde idee. En hij zei van nou, laten we niet proberen 3 uur gym te halen, 3 lesuren. Maar laten we eerst eens proberen 2 lesuren gym te bereiken. Dus in 2014 begon dat en de ambitie was om dat in 2017 te doen. En dat al die lessen gegeven zouden worden door een bevoegde docent. De middelen die daarvoor uitgetrokken werden, was op zich ook heel sympathiek. 5 miljoen euro via de prestatiebox. En dat houdt in dat je als school daar gebruik van mag maken van die middelen. Maar dan moet je wel aantonen dat je dat ook daadwerkelijk hebt ingezet voor dat doel. Dus om te laten zien dat je daadwerkelijk kinderen meer hebt laten bewegen. En 3 miljoen euro via de lerarenbeurs. Waarom? Uiteraard om vakleerkrachten te krijgen. Dus mensen op te leiden tot zo'n gymdocent. Dat ze ook daadwerkelijk al die lessen door een daartoe bevoegde docent gegeven werden. Daar heb ik daar vragen over uiteraard. Wie moet de overheid hier eigenlijk op sturen? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag die ik heel graag beantwoord wil zien. Wat vindt u van deze aanpak? Is dit een goede aanpak of niet? Misschien wil Rick even... Misschien zijn er mensen die hier wat op willen zeggen. Rick heeft de microfoon. Dus. Ja, zijn we. Ja. Ik ben er dus niet per definitie een voorstander van. Mm-hmm. Want kijk, 2 lesuur gym per week prima. Maar in mijn geval heb ik bijvoorbeeld ook nog schoolzwemmen. En daardoor kom ik gewoon niet aan mijn onderwijstijd ook voor alle andere vakken. Denk ook aan wetenschap en techniek wat er een keer in is gegooid. Of dat wetsvoorstel van muziek wat er in een keer bij is gekomen. Ik vind wel dat er ook wel meer verantwoordelijkheid naar de ouders mag. Wordt direct al iets duidelijk. Mm-hmm. Nog iemand anders? Gedachten hierover? Oh, ja.
Nou, er is ook een praktisch probleem. Bijvoorbeeld niet alleen maar wanneer doen wij het als leerkrachten, maar ook waar doen we dat dan? Want er zijn geen gymzalen. Dat is toch best wel essentieel in een groot deel van het jaar. Extra aanvulling? In mijn geval is dat bijvoorbeeld dat de afgelopen jaren is inderdaad de gymzalen zijn plat gegaan. Twee gymzalen zijn er weggegaan en er is inderdaad maar één voor teruggekomen. Dus dat is ook praktisch inderdaad gewoon niet haalbaar. Dat lijkt me vrij essentieel inderdaad voor een les en gym. Ja? Anderen nog? Extra aanvullingen? Nee. Oké. Okay. Zullen we even kijken hoe dit is? Die meneer heeft nog een aanvulling. Welke meneer? Ah, ik kom even naar je toe. Pardon. Weinig ruimte hier. Ja, ik heb een vraag. De lerarenbeurs voor tweede graad gymdocenten, is die dan ook van toepassing voor de tweede graads docent? Of is dat alleen maar voor mensen die uit het bedrijfsleven komen? Of, en volgens mij is het ook zo dat op het moment dat je recht hebt op een lening, heb je geen recht op een lerarenbeurs. Dus heeft het überhaupt al nut, die 3 miljoen euro? Gaat uw gang. Als het de bedoeling is echt een vakleerkracht op te leiden, dan is zo'n leerkracht sowieso eerste graads. Alle leerkrachten die afstuderen van de ALO's zijn eerste graads docenten. Die mogen van basisonderwijs tot en met het HBO bewegingslessen verzorgen. Als dit geld zou gaan naar leerkrachten die een soort master halen om bewegingslessen te geven, dan ligt het wat anders. Zij kunnen niet zomaar dan ook op een middelbare school of op een mbo ook beweeglessen verzorgen. Okay. Wordt die al voldoende duidelijk, René, voor jou? Zeker. Ja. Oh, ik heb hier nog één. Laatste vinger. Ik vind het wel wonderlijk als we kinderen meer willen laten bewegen, dat het in de schoolcontext alleen maar kan door middel van 2 uur per week in een gymzaal met een bevoegde docent die daar vervolgens via de lerarenbeurs geld voor moet krijgen. Als ik in Amsterdam meer wil bewegen, neem ik het openbaar vervoer. Want dan heb ik elke dag 3 kilometer extra beweging gekregen. Creatieve oplossing? Zeker, ja. Oké. Okay. Dank voor deze reacties. Ik denk dat het interessant is om eens te kijken naar hoe dit precies is uitgepakt en waar het precies op verkeerd liep. Nou, een aantal dingen zijn inderdaad al genoemd. Even kijken of hij ook verder gaat, daadwerkelijk. Kijk, hier is hij. Dus in 2017... verscheen er een onderzoek door het Mulier Instituut. En het grappige is dat dat op aanvraag van de Kamer was, omdat de staatssecretaris eigenlijk zelf niet zo geïnteresseerd was in hoe het nou precies allemaal uitpakte. Maar dat vonden zij toch wel een voorwaarde en dat is toen toegezegd. En toen bleek dat 73% van de scholen wel die 2-uren-norm haalden, 2 lesuren. En dat 87% daarvan gegeven werd door een bevoegde docent. Dus circa 64% van de scholen haalde die norm. Dus ja, je kan niet echt zeggen dat dat bepaald geslaagd is. En daar waren inderdaad allerlei obstakels voor, wat zeker interessant is om even naar te kijken. Namelijk, het eerste is dat er gewoon niet genoeg gymlokalen zijn om dat doel te realiseren. En zoals u ook al schetst, dat is eigenlijk vrij tragisch. Want dat heb je dan wel nodig als je daadwerkelijk vindt dat het 2 uur per week gym moet zijn. Dat er allerlei kosten waren in termen van lestijd. Dat in krimpregio's die gymlocaties helemaal niet dichtbij zijn, dat er vervoer voor nodig is. Maar dat in die krimpregio's gemeentes vaak ook geen geld hebben om dat vervoer te regelen. Wat ook erg lastig is. En dat instituut heeft toen ook maar een kostenplaatje gemaakt. Want er moet ook nog eens 120 extra vakleerkrachten zijn er nodig om die 2 uur gym te realiseren. Wat is het kostenplaatje? Nou, voor die 2 lesuren heb je dan eigenlijk 185 miljoen euro nodig om locaties bij te bouwen en om allemaal docenten op te leiden. En per jaar 45 miljoen. En als je die 3 uur wil halen, die we eigenlijk ambiëren, dan heb je 790 miljoen euro nodig en 152 miljoen euro per jaar. Ja. Dus we komen weer even bij het oorspronkelijke plan.
En daar zitten wat mij betreft een aantal punten in die dit beleid niet zo doordacht maken, of zoals ik zo dan zou zeggen, eigenlijk slecht maken. Namelijk, pakt hem weer moeilijk op. Oh, die eerste keer. Is het voor jullie te zien? Voor mij niet zo goed. Er staat een vraagteken bij die eerste. Dus 2017, hoe realistisch is het om te verwachten dat al die gymlokalen, hè, met alle bouwbesluiten die er genomen moeten worden, dat die daadwerkelijk in 2017 allemaal gerealiseerd zijn? Kun je dat in 3 jaar doen? Nou, waarschijnlijk niet. De tweede vraagteken staat bij de middelen. 5 miljoen euro komt natuurlijk, staat in geen enkele verhouding tot het bedrag wat daadwerkelijk nodig is om deze ambitie te realiseren. En het derde is dat er die afspraak is gemaakt met de PO-raad. En ook vandaag wil ik de PO-raad, het bestaan van de PO-raad, maar zeker de afspraken die er zijn met de PO-raad, toch wel problematiseren. Omdat een deel van de problemen die we hebben te maken hebben met dit soort organisaties die ons in de polder en waar afspraken mee worden gemaakt. Met Sander Dekker ook wat krediet. Ik vond het heel sympathiek van Sander Dekker dat hij dit zo. Oké. In 10 jaar geleden, u heeft straks meegekregen in de krant, want er wordt veel op gereflecteerd, ook door de heer Dijsselbloem zelf, is er een rapport verschenen. En wij zouden zeggen, hoe komt het nou dat dit soort. Kijk, dit zijn allemaal ambities waarvan niemand zegt dat het een slecht idee is. Hè? In principe zijn de meeste mensen het erover eens van ja, kinderen meer laten bewegen, waarom niet? En zijn er allerlei dingen die wij graag zouden willen bereiken. Maar wat zien we keer op keer terugkomen, is dat die ambities niet slagen. Dat de dingen die wij graag zouden willen, of het nou beter rekenonderwijs is, zoals die meneer zei, of meer gym, zoals hier de ambitie was, of misschien meer kansen, gelijkheid creëren, dat allemaal ambities zijn die maar heel moeilijk en moeizaam van de grond komen. En eigenlijk is het zo dat in de analyse die wij gemaakt hebben, dat heel veel beleid eigenlijk helemaal niet slaagt. Ja, en sinds Dijsselbloem is uitgekomen, zouden wij zeggen, is het probleem eigenlijk nog veel erger geworden. En is de situatie nog verder verslechterd in de zin dat beleid eigenlijk nog moeilijker van de grond komt. Er is één traject waarvan wij zeggen, nou, dat is op zich geslaagd. Dat is namelijk het traject rond vroegtijdig schoolverlaten. Dat voldoet aan heel veel kenmerken die Dijsselbloem heeft genoemd van goed beleid. Alleen dat is weer van voor zijn tijd is dat geïnitieerd. Dus ja, daar heeft hij dan zelf kan hij weinig krediet voor krijgen. Maar een van de problemen die ontstaan is dat we dus een hele terughoudende overheid hebben gekregen sinds Dijsselbloem. En dat bepaalde problemen, zoals een stelsel wat ons wellicht echt in de weg zit, dat niemand daaraan durft te komen vanwege Dijsselbloem. Dat zien we bijvoorbeeld terug in allerlei ambities die er zijn. Kijk, in 2013 had iedereen heus wel in het vizier dat er een lerarentekort aan stond te komen. Namelijk, het lerarentekort kwam eraan en een van de ideeën was van nou, we moeten eigenlijk proberen die jonge docenten vast te houden. En daar gaan we geld voor uittrekken. En daar is toen met de VO-raad is daar een afspraak over gemaakt. 65 miljoen euro. Investeren, wat neerkwam op 69,35 euro per leerling via de lump sum. En het grappige aan dit soort afspraken is dat wij altijd wel hiernaar kijken en dat die persberichten over de deur uitgaan. Maar dat wat niemand zich eigenlijk beseft is dat die VO-raad dat die wel leden heeft in de vorm van schoolbesturen, maar dat die eigenlijk de afspraken die VO-raad maakt helemaal niet bindend zijn voor de leden. En zeker als de opzet zo is als deze, namelijk dat het geld gaat in de lump sum en dat 69,35 euro per jaar per leerling daarin wordt weggezet, dan hoeven ze A, dat niet te verantwoorden naar de overheid besturen. En de besturen hoeven dat ook niet te verantwoorden richting de VO-raad. Dus als dan het geld niet uitgegeven wordt aan jonge docenten, ja, dan zit iedereen naar elkaar te kijken en dan zeggen ze, ja, wacht eens even, waarom is dat niet gebeurd? Ja, en dan voelt niemand zich verplicht. Dus ik noem dit zeg maar dat er nepafspraken zijn met nepvertegenwoordigers. Wat eigenlijk hier het geval uiteraard is. En dat leidt dan tot wel daadkracht. Dus er komt heel veel daadkracht vanuit de overheid. Maar geen slagkracht, want het probleem wordt niet echt opgelost. Er zijn niet meer jonge docenten aangenomen.
En het tweede is, wat daar dan bij hoort, is omdat die overheid zich wat terugtrekt en niet probeert echt durft in te grijpen op scholen en meer dingen echt afhankelijk is van al die polderpartijen om iets voor elkaar te krijgen, is niet per se dus het gevolg daarvan is niet per se dat de overheid zich niet meer bemoeit, zoals Dijsselbloem ergens formuleerde, maar juist dat het een heel andere vorm kreeg. En in het alternatief 1 hebben we dit plaatje ooit gebruikt van Edith Hoge, die hier ook is, om te illustreren hoe ingewikkeld ons het bestuurlijk middenveld eigenlijk is. Welke partijen er allemaal in zitten. Wij stelden toen de vraag, waar zitten de leraren in dit hele verhaal? Nou, Edith Hoge heeft ons vorig jaar getrakteerd op een nieuw plaatje, wat nog veel erger is dan dit hier. Want daarin heeft ze namelijk laten zien hoe al die interacties plaatsvinden tussen deze organisaties, rond allerlei verschillende thema's. En dit is een voorbeeld van het burgerschapsvorming in het MBO. Dus welke partijen in het bestuurlijk middenveld daar allemaal bij betrokken zijn. En je ziet, er zijn heel veel partijen die zich daar heel druk mee zijn met dat onderwerp en allemaal met elkaar praten. Maar een van de bevindingen is dat het effect van al dat gepraat en het sturen, en uiteindelijk heet dit netwerksturing, zoals dit heet, hè, dus je probeert iets in de polder uit te zetten en al die organisaties proberen scholen weer te beïnvloeden, is dat ze op allerlei thema's zoveel beïnvloeding ervaren vanuit dit soort organisaties, dat er een soort bestuurlijke overkook ontstaat. Waardoor besturen eigenlijk steeds meer beleidsresistentie krijgen. Dus het wordt steeds moeilijker in feite als je deze netwerksturing toepast om scholen daadwerkelijk te bereiken en ook daar een verandering teweeg te brengen. Want iedereen is maar druk met alles wat op ze afgevuurd wordt. En dat is problematisch. Hè? Dus volgens mij heeft Edith het ooit omschreven als de muur. Ik weet niet of ik dat goed citeer, maar misschien heb ik dat er zelf van gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat er eigenlijk een grote muur zit tussen die partijen die allemaal bezig zijn met de verbetering van het onderwijs, daarover praten, allemaal afspraken met elkaar maken en heel druk bezig zijn met papier produceren en vergaderen en al dat soort dingen. En de praktijk in scholen die eigenlijk ongemoeid blijft. En ik zou zeggen dat wat hier staat is eigenlijk het slechtste van twee werelden. Dus aan de ene kant kun je je voorstellen, in een centralistisch systeem heb je problemen als dat er politiek draagvlak moet zijn en iedereen moet het met elkaar eens zijn. Consensus, daar ben je naar op zoek. Nou, dat heb je zeg maar aan de linkerkant van de muur. Dus iedereen is continu met elkaar aan het afstemmen, persberichten met elkaar aan het afstemmen, op zoek naar consensus. Iedereen moet het eens zijn. En aan de andere kant van de muur heb je een decentraal systeem van besturen, schoolleiders en leraren, waar vooral veel beleidsresistentie is. En waar veel willekeur is. Dus de kans is vrij groot dat als je het zo organiseert dat er allerlei Matthäus-effecten ontstaan. Waarbij sommige scholen, sommige besturen het beter krijgen dan anderen en de leerlingen ook. En sommige besturen weer opgezadeld raken met zwakkere leraren. Waardoor het onderwijs minder goed is. Juist ook misschien met zwakke besturen. Dus, en het grappige daarbij is ook, dat vind ik persoonlijk grappig dan, is dat je niet alleen te maken hebt met nepafspraken met nepvertegenwoordigers, maar dat ze ook nog eens nepdata gebruiken om te laten zien dat ze het toch goed gedaan hebben. En het mooiste voorbeeld, dat komt hier uit het sectorakkoord VO, wat vorig jaar gepubliceerd is. En dat ging over, ze hadden namelijk een afspraak gemaakt over het verbeteren van de burgerschapcompetenties van leerlingen. En Dit grafiek komt uit de ICCS, dus Internationaal Onderzoek naar Burgerschapcompetenties. En ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar de uitkomsten van het onderzoek zijn ronduit dramatisch. Dus het is op allerlei vlakken is het heel slecht gesteld met het burgerschap van leerlingen. Niet alleen in termen van competenties, maar ook qua kennis. En wat ze gedaan hebben, ze hebben daar om te verantwoorden dat dat sectorakkoord toch geslaagd was, hebben ze de enige indicator die vooruit ging, hebben ze eruit gehaald. En je kan zien dat zeg maar in 2009 was het 57% en de ambitie was om dat te verbeteren. Dat was zeg maar het doel. Nou, dat is gelukt. Dus in 2016 zie je dat het verbeterd is. Dus ze concluderen heel monter in het sectorakkoord: de doelstelling is bereikt. Dat is prachtig natuurlijk. En het tweede is, we doen ook niet meer mee met de volgende ronde van het internationale onderzoek. Want het is helemaal voor elkaar. Dus
Dus ik zeg niet alleen nepafspraken met nepvertegenwoordigers, maar ook nog eens nepdata om te bewijzen dat je met z'n allen toch goed bezig bent geweest en niemand hier een buil aan kan vallen. Dus dit is heel problematisch. En je kan natuurlijk zeggen, en ik had vandaag dat gesprek met Ferry Haan ook, er zit een kleine passage in het boek waarbij mensen die het gelezen hebben, bijvoorbeeld de tekstredacteur, die zei, ja, waarom zet je dat in vredesnaam erin? Maar dat soort gesprekken hebben wij in het onderwijs regelmatig. En ik ook met Ferry Haan, mijn medelid van de onderwijsraad. En die zei, ja, wat maakt het eigenlijk uit dat scholen zo beleidsresistent zijn? Want ondanks het weinige succes van beleid draaien we toch nog redelijk mee in de mondiale top. Hè, als het gaat om onderwijsresultaten. Nou, en zeker, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen, maar ik wil het toch wel problematiseren. In de zin dat als je een representatieve democratie hebt, hè, en als we besluiten van nou, er zou toch echt iets moeten gebeuren aan dit. Hè, dan zou je als overheid toch in staat moeten zijn om dat te realiseren. Vind ik. Daar zijn sommige mensen het mee over oneens, maar... Wij vinden dat dat belangrijk is. En de grap is dan is dat we eigenlijk op een bepaalde manier kijken naar beleid maken. En dat je eigenlijk kunt zeggen dat er... De normale manier om hiernaar te kijken is zo. Hè, is dat je zegt van nou ja, je kan een centralistisch systeem hebben of een decentraal systeem. En wij hebben in Nederland uiteraard een decentraal systeem. Nou, en dan hoort dan een bepaalde, denken mensen, een bepaalde vorm van sturen hoort daarbij. Namelijk zachte sturing. Hè, dus dat krijgt de vorm van de netwerksturing waar ik het net over had. Maar dat je vooral met elkaar gaat praten en probeert wat capaciteit op te bouwen. Dat je het op die manieren zoekt. En dat sturen, hè, hard sturen, dat je zegt, nou alle scholen moeten dit. Hè, of alle leraren moeten dit. Hè, noem maar wat, hè. Stel je voor dat je zou zeggen van nou, alle scholen zouden dakpanklassen moeten hebben. Dat is een vorm van hard sturen. En vaak wordt er gedacht dat harde sturen hoort eigenlijk niet bij een decentraal systeem. Dus bij een decentraal systeem moet je vooral zacht sturen. Proberen vooral afspraken te maken met al die partijen die er zijn en hopen dat dat op een goede uitkomst is. Maar dat is helemaal niet zo. In feite heb je in een decentraal systeem ook harde sturing nodig. Zul je soms moeten zeggen... Dit is wat er nu gaat gebeuren, omdat je daar met z'n allen in zo'n decentraal systeem niet uitkomt. Als het gaat over kansenongelijkheid, heeft het ministerie bijvoorbeeld ingestoken op een gelijke kansenalliantie. Wat inhoudt heel veel partijen die met elkaar gaan praten en brochures gaan maken. Ja, dat is, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een goede sturingsstrategie voor sommige dingen, maar niet voor dit. En je kan het wel gebruiken als onderdeel van, maar ergens zul je toch ook moeten zeggen, ja, we gaan wat hardere dingen doen. En... Dat is uiteraard nodig, maar wel moeilijker in een decentraal systeem. Dus je hebt veel betere informatie nodig om zoiets te laten slagen. Nou, en een van de constateringen in ons boek is dat als het gaat over dit soort sturing, als het gaat over het ontwerpen van beleid, dan wil je goede informatie hebben. Maar je ziet op tal van vlakken dat er helemaal geen goede informatie verzameld wordt. Dus passend onderwijs, 3 miljard euro per jaar... Ja, als je kijkt naar wat daar aan onderzoek wordt uitgezet om te kijken wat daar dan nou daadwerkelijk gebeurt, dat is echt zeer minimaal. We hebben lange tijd gehad dat er zelfs geen onderzoek liep naar wat er nou precies in klaslokalen gebeurde. En was het vooral gericht op wat zijn besturen aan het doen, wat zijn samenwerkingsverbanden eigenlijk aan het doen. En dat is natuurlijk heel treurig, want dat betekent als je zoiets gaat doen... Dat het heel moeilijk wordt om bij te sturen, hè? Om te zien wat er gebeurt en waar je precies op moet ingrijpen. Hè? Dus we hebben het nodig, absoluut, maar zorg dan dat er een goede basis bij zit. Hè? Niet alleen in termen van onderzoek wat je doet, maar ook wat je doet om praktijkkennis daarbij te betrekken. Ja, ook weer een pleidooi uit het alternatief 1, maar dat komt hier ook weer in terug. En ik zou dan concluderend willen zeggen, wat is dan die sluipende crisis? Want dat vragen mensen ook die het boek al hebben gelezen. Ja, er staan heel veel crisissen in. Wat is dan de echte sluipende crisis? Nou, ik zou zeggen, de echte crisis is een geloofwaardigheidscrisis. Een geloofwaardigheidscrisis, iedere keer dat ze in Den Haag weer komen met nieuwe ideeën, dat iedereen in het onderwijsveld zegt, ja, daar waait wel weer over. Terwijl daar soms ook hele goede dingen tussen zitten. Maar niemand heeft er eigenlijk meer vertrouwen in dat ze ook daadwerkelijk dat gaan realiseren waarvan ze in het begin zeggen dat ze dat zullen realiseren. En nogmaals, ik zou dat willen problematiseren, want ik vind dat wel een probleem. Ik denk dat er sommige dingen zijn die alleen de overheid kan. En waarbij ik denk, ja, daar moet je op durven sturen, maar het moet je ook lukken.
Nou, en dan moeten er echt dingen anders. Nou, en daar hebben we een aantal aanbevelingen voor gemaakt in het boek. Van ja, wat zou er nou moeten veranderen, zodat beleid wel kan slagen? En ik ga er twee toelichten en daarna gaat Dorien de laatste daarvan toelichten. En het eerste is eigenlijk dit. En ik haal daar Willem Witteveen aan ook, die daar iets prachtigs over heeft geschreven. Waar het eigenlijk om gaat is dit, is dat je niet kan verwachten dat dingen in 3 of 4 jaar gaan veranderen in het onderwijs. Want het kost besturen tijd en schoolleiders tijd en leraren tijd om de praktijk in de school daadwerkelijk te veranderen. En we weten uit onderzoek dat het 8 tot 14 jaar kan duren voordat je daadwerkelijk de effecten ziet van beleid in de praktijk. Dus waarom zijn we zo gefixeerd op die korte termijn? Ja, waarom pakken we niet een termijn van 10 jaar en zeggen we, nou, als je dan zo nodig een sectorakkoord moet sluiten, doe dat dan over een termijn van 10 jaar. Ja, en de volgende aanbeveling is om dat ook weer in te bedden in een ambitie voor 30 jaar. Want eigenlijk vind ik 10 jaar ook al te kort, maar dat is mijn mening. Het tweede is dat eigenlijk het recht van kinderen op goed onderwijs te weinig geborgd is. Dus wat zie je in de grondwet staan, en daar hebben we het uiteraard heel vaak over. Over de vrijheid van onderwijs, over de vrijheid van de aanbieders van onderwijs, de vrijheid van ouders om een school te stichten. Nou, er is weinig van over, maar het staat er wel in. Maar nergens staat, zoals bij sommige landen, het recht op goed onderwijs voor kinderen geformuleerd in de grondwet. En ik denk dat het een mooi ankerpunt zou zijn om ook weer discussies te hebben, als het bijvoorbeeld gaat over passend onderwijs, waarbij het altijd gaat over de rechten van de aanbieders, maar niet over dat van de kinderen. Om dat daaraan toe te voegen, omdat ik denk dat dat een extra dimensie toevoegt aan onze discussies over onderwijs. En dan geef ik nou het woord aan Dorien voor de laatste van de 3. De laatste van de 3 aanbevelingen, er staan in het boek overigens meer. Dus alle reden om hem wel nog door te nemen na vanavond. Creëer een systeemdynamiek die niet per se gericht is op slagen, maar op leren hoe te slagen. Ik vind het belangrijk, voor mijzelf, een hele belangrijke, voor mijzelf als onderwijsambtenaar. Dat ben ik sinds maandag inderdaad bij de onderwijsinspectie, daarvoor ook bij de gemeente Amsterdam, bij OCW. Het is een aanbeveling die ik mezelf heel erg aantrek. Waarom? Wij onderwijsambtenaren zijn nogal een deel van het systeem. We zijn niet het hele systeem. We hadden het er net al eventjes over welke functies die te maken hebben met onderwijs zitten hier eigenlijk in de zaal. Dat waren er al heel wat. Maar daarmee zijn we er eigenlijk nog lang niet, want we vergeten de politie. Nou, daar zit er wel één van in de zaal. Maar ook de politieke assistenten en de woordvoerders en de communicatiemedewerkers. De lobbyisten, de opiniemakers, de onderzoekers. De programmaleiders, de projectleiders, ga zo maar door. Waarschijnlijk zitten er zelfs in deze zaal nog functies die ik niet eens heb genoemd. Maar ik bedoel jullie ook. We hebben de bestuurders, we hebben de schoolleiders en dan tot slot, we hebben ook de leraren. En de leraren vormen een hele belangrijke groep in deze lijst, een hele bijzondere groep in deze lijst. Waarom? Omdat zij eigenlijk volgens mij de enige groep zijn die zich elke dag bezighouden met onderwijs, die zich nooit zorgen te maken over hoeven te maken over hun bestaansrecht. Voor al die andere functies, inclusief die van mij, geldt dat niet. De vraag die ik en mijn mede-onderwijsambtenaren zichzelf zouden moeten stellen is: heb ik eigenlijk een bullshit job? Voor wie niet helemaal is ingevoerd in de terminologie, een bullshit job, die heb je op het moment dat als jij je werk niet meer zou uitvoeren en niemand het werk van jou zou overnemen, dat de wereld in het beste geval er hetzelfde uit zou zien en in het slechtere geval erop vooruit zou gaan. Nou, dat is nogal wat. En ik zeg, wantrouw de onderwijsambtenaar die al te snel zegt dat hij geen bullshit job heeft. Dat is voor mij eigenlijk ook de reden waarom ik aan dit boek heb meegewerkt. Het is een beetje ongebruikelijk als onderwijsambtenaar. Maar ik denk wel dat het een belangrijk perspectief is in dit gesprek.
Ik heb mijn bestaansrecht de afgelopen 3 jaar in het schrijven van dit boek een beetje langs de afgrond zien balanceren. Dus het was wel een spannend proces. Maar volgens mij ben ik overeind gebleven. En mijn mede-onderwijsambtenaren met mij. Maar daar is wel, daar hebben we wel een paar voorwaarden voor om dat ook zo te houden. En eigenlijk, om ze samen te vatten, hier komt de open deur. Voor ons bestaansrecht moeten wij het echt verdomd goed doen. En wij kunnen het alleen verdomd goed doen op het moment dat wij dat doen in een systeem wat goed in elkaar zit. En dat is een systeem, denk ik, dat gericht is op leren hoe te slagen in plaats van hoe te slagen. Nou, wat dat praktisch ongeveer zou kunnen betekenen, even in een vogelvlucht, is dat je een systeem hebt waarop je ook een nee kan verkopen. Eigenlijk denk ik, er zijn 3 momenten waarop je als onderwijsambtenaar eigenlijk als systeem een nee zou moeten kunnen verkopen. En een 4e situatie waarin je verplicht bent om ja te zeggen. De eerste nee, die moet je kunnen verkopen op het moment dat de maatschappij, de politiek, de media weer komt met een voorstel voor iets waar het onderwijs een rol in zou moeten spelen om het te verbeteren. Dus het bewegingsonderwijs waar we het net over hadden, maar zo zijn er talloze. We hoorden het net al van de leraren die daar last van hebben. Het zijn op zichzelf meestal bijna altijd geen slechte ideeën. Alleen ze worden een beetje het systeem ingeworpen en het systeem gaat draaien. Terwijl het systeem zou zich moeten afvragen, moeten we hier wat mee? Is ten eerste een overheidsinterventie überhaupt wat je nodig hebt? En ten tweede, is het niet strijdig met ander beleid? Of creëer je niet door het aanpakken van 1 probleem een ander probleem wat misschien wel veel groter is, waar je een paar jaar later weer mee aan de slag moet? Op het moment dat het antwoord op een van die vragen ja is, dan moet je het gewoon niet doen. Het tweede moment is als je daar doorheen bent, licht staat op groen en je gaat je beleid ontwikkelen. Dat doe je natuurlijk evidence-based. Je probeert het in het beste geval eerst in het klein uit. Rol het niet meteen uit over heel Nederland. En ga het uitproberen. Dat hoeft niet heel veel tijd te kosten. Dat klinkt als iets wat heel veel tijd kost, maar op het moment dat je het systeem goed in elkaar zit en het, wat René al zei, de systematiek van informatie verzamelen al loopt, dan ben je daar kan je best snel tot dat punt komen. Daar kan uitkomen dat het beleid wat jij hebt verzonnen niet werkt. En op dat moment moet je dus een nee kunnen verkopen. Niet alleen als onderwijsambtenaar, uiteraard wel aan jouw minister, maar als systeem in zijn geheel. En dan op het derde nee, volgens mij, is de nee als het niet lukt om draagvlak voor je beleid te creëren of te behouden. Op het moment dat het onderwijsveld, de rechterkant van de muur, het niet ziet zitten of het niet aan kan, omdat je niet voor de goede voorwaarden hebt gezorgd, dan gaat het niet lukken. En soms lijkt het alsof wij onderwijsambtenaren denken dat het dan wel nog gaat lukken als je maar strategisch genoeg bent, lange adem hebt, lang genoeg blijft trekken. Maar dat is gewoon niet het geval. Vroeg of laat gaat het gewoon niet lukken. Dus dan kan je het ook maar beter niet doen. Terug naar de tekentafel, zou ik zeggen. De vraag is, wie moet wat doen om het systeem op die manier te veranderen? Nou, ik begin bij mezelf. Om een nee te verkopen moet ik natuurlijk kunnen laten zien wat ik doe. De transparantie van de overheid die kan vele malen groter zijn. Dat is best spannend en ook best ingewikkeld en dat kost tijd. Maar dat is wel iets wat kan en wat nodig is om overtuigend te kunnen zeggen dat iets wat in zichzelf wel een goed idee is, dat het op dit moment in dit systeem even nu geen prioriteit zou moeten krijgen en niet kan. Ten tweede, is het nodig dat de mensen die er uiteindelijk over besluiten, dan kijk ik natuurlijk ook een beetje richting u, meneer Van Menen, dat die mensen die informatie ook vragen van het ambtenarenapparaat. En dat op het moment dat die informatie leidt tot een weloverwogen nee, die dan een minister op zo'n moment zou moeten geven, dat zo'n nee wordt beloond in plaats van afgestraft. Tot slot, en dan wordt het leuk, de ja. Er is ook een moment dat er een ja zou moeten komen, gelukkig. Want anders gebeurt er ook niks meer.
En die ja, die moet eigenlijk komen. Ik denk dat het lerarentekort, waar niemand in deze zaal nog niet over heeft nagedacht, ook als je helemaal niks met onderwijs te maken hebt, omdat het ons systeem zo ontzettend hard raakt. Het lerarentekort is daar een goed voorbeeld voor. Je moet bij het lerarentekort staan de alle drie de lichten op groen. Het is een probleem waar de overheid echt iets mee moet. Het is een probleem waarvan wij weten wat kan werken. De maatregelen kennen we. En het is een probleem waarvoor draagvlak is voor de maatregelen. En misschien tot op bepaalde hoogte, dat is soms wat moeilijk als je het hebt over salarissen, wat natuurlijk het voor de hand liggende punt is hier, om de goede randvoorwaarden ook te creëren om dat te laten slagen. Maar op het moment dat dat aan de hand is, dan moet je als onderwijssysteem, ben je eigenlijk verplicht om dan op zo'n moment ja te zeggen. Volgens mij zijn dat eventjes in een vogelvlucht een aantal voorwaarden die je in elk geval nodig hebt om te komen tot een systeem. Een systeemdynamiek, zoals we het hebben genoemd, die niet per se gericht is op slagen, maar gericht op leren hoe te slagen. En het is een systeem waar ik nog vele jaren met heel veel plezier en hopelijk met goede redenen veel effect in zou willen werken en graag aan bijdragen. Jullie wel. Mag ik jullie direct aan tafel uitnodigen? Dank alvast voor deze bijdrage. Zo, kan iedereen mee verstaan? Ja. Ik heb 4 vragen, misschien een paar bijvragen. Voordat ik onze extra gasten aan tafel uitnodig. Te beginnen met deze vraag. Misschien René, zou jij die kunnen beantwoorden? En Doreen, als jij aanvullingen hebt, schroom niet. Wat ik heel lastig te vatten vond in het lezen van het boek, was dat een van de grootste dingen die ik eruit meenam was, nou, ik zei er ook heel kort iets over in mijn inleiding. Hoe kan het nou dat goed bedoelend beleid, echt met de beste bedoelingen, dat wil sturen op onderwijskwaliteit. Hoe kan het resultaat daarvan zijn dat dat niet per definitie gebeurt? Waar zit dat dan in? Maar wat me vervolgens opviel is dat jullie nergens in het boek definiëren wat kwaliteit is. Of wat onderwijskwaliteit is. Ja, dat is het verdwenen hoofdstuk inderdaad. Ja, dat klopt. Kun je me uitleggen wat de overwegingen daarin zijn geweest? Omdat het ons niet zozeer gaat over wat is nou kwaliteitsverbetering. Dat is eigenlijk niet, of wat is kwaliteit, wat is de kwaliteit die je zou moeten nastreven. Uiteraard hebben we daar wel opvattingen over. Maar het gaat er meer om, stel dat je de kwaliteit wil verbeteren, hoe doe je dat dan? Dat is eigenlijk de vraag. En dat staat eigenlijk los van wat je precies zou willen bereiken. Als in, wat zijn de juiste voorwaarden daartoe? Ja, dus wat doen we als we dat proberen? Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? En wat dat dan moet zijn? Of dat dan, er komen heel veel voorbeelden wel langs in het boek. Hè? Of dat nou is van, nou vind je dat alle kinderen Chinees moeten leren? Of moeten kunnen programmeren? Of noem maar op. Hè. Uiteraard zitten in de hele curriculumherziening heel veel ambities voor kwaliteitsverbetering. Ja, en wij willen daar in het boek niet echt een uitspraak over doen. Of wat dat dan zou moeten zijn. Maar meer van, ja, stel dat je iets zou willen. Wat is dan de manier om het te bereiken? Ja, en dan onder andere dan raak je een aantal dingen zoals in het voorbeeld van het gymnastiek uren casus, dat bijvoorbeeld de capaciteit van scholen niet toereikend is. Ja, en een van de punten in het boek is uiteraard dat er heel veel ambities zijn voor kwaliteitsverbetering. Ja, dus als je alleen al die brainstormronde bekijkt van de curriculumherziening, dan zie je enorm veel dingen voorbij komen waarvan mensen zeggen, ja, dat moet allemaal in het onderwijs, hè, van mindfulness tot al dat soort dingen. En wat je ziet is dat ook alles wat in de Kamer voorbij komt aan ambities. Hè, en de een vindt schoolzwemmen en de ander vindt dat. En de gemeenteraad heb je ook weer, worden ook weer allemaal dingen neergelegd van nou, genderneutrale wc's. En noem maar, er komen allemaal dingen voorbij. En dat heeft
dat voedt allemaal de feed the beast, hoorde ik vandaag iemand zeggen. Dat voedt het monster, zeg maar. En dat zorgt alleen maar voor dat er meer sturing ontstaat op scholen van nog meer mensen die zich daarmee gaan bezighouden en lespakketjes gaan maken en allemaal dingen doen. Ja. En daardoor komen de echte verbeteringen die nodig zijn, die komen niet van de grond. Oké. Ik heb hier zo misschien nog een vervolgvraag over. Even naar Doreen. Wat je net vertelde over die systeemdynamiek. Ik vond het je heel helder uitleggen. Bovendien, waarmee je begon, ik vind het buitengewoon altijd goed en dapper als mensen ook tevens reflectief zijn op, in dit geval de eigen organisatie waar je werkt. Hulde juist daarvoor. Dat zou veel vaker moeten gebeuren. Ik vond het je heel goed uitleggen wat je bedoelde met misschien moet er iets veranderen in die systeemdynamiek. Vervolgens dacht ik ook, wat let je eigenlijk om te gaan doen? Als in, ik kreeg de indruk dat het feitelijk morgen maandag al kan, ja. Zou je denken. Ja. Maar waarschijnlijk is dat niet zo. Kun je mij schetsen waar dan precies de moeilijkheden in zitten? Nou, voor mij kan er maandag al heel veel. de moeilijkheid zit denk ik in wat ik in het begin zei. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen, groepen en daarmee belangen die zich bezighouden met het onderwijs. Dat op het moment dat je een soort cultuurverandering teweeg wil brengen, waar ik natuurlijk wel een beetje voor pleit, dan moet je al die groepen toch op een bepaalde manier bereiken en daarin meekrijgen. Wat zou een eerste stap daartoe kunnen zijn? Heb je dat voor jezelf al concreet in je hoofd? Of? Nou, voor mijzelf, wat ik in elk geval in mijn werk kan doen, is wat ik al zei, denk ik, is meer transparantie geven dan we eigenlijk als overheid gewend zijn. En dan wij gemakkelijk vinden om te geven, zeg maar. Het is ook, weet je, er zijn ook momenten waarbij je echt af moet vragen wanneer is een goed moment om bepaalde informatie te delen, omdat het gewoon ook effecten kan hebben. Maar er zijn ook heel veel momenten waarop de afweging om bepaalde informatie op een bepaald moment te delen heel erg politiek zijn ingegeven. En natuurlijk zijn we er als ambtenaren om een minister zijn werk goed te kunnen laten doen. En daar hoort bij dat je dus ook nadenkt over de timing voor het politieke verhaal. Dat is ook terecht. Maar op het moment dat de boventoon gaat voeren. En zou een oplossing dan ook niet zijn om daar ook frequenter en ook transparanter in te zijn? Dat je dat ook expliciet. Nou, dat je ook expliciet kan zijn in. We hebben te maken met misschien soms met bepaalde timing. Dus we moeten ook rekening houden met dat we niet, zeg maar, à la minuut te allen tijden overal transparant over kunnen Precies. zijn. Omdat er gevoeligheden Precies. in zijn. Ja, absoluut. Dat zou een begin zijn om in elk geval tijdens of achteraf uit te leggen. Maar ik denk eigenlijk dat wij een stuk verder kunnen gaan in een soort doorlopende transparantie dan wij nu geven. Dat begint een beetje met vanavond voor mij natuurlijk. Ik ben ook heel benieuwd wat de reacties daarop zijn. Maar ik bedoel niet alleen mijn kijk op het systeem, maar ook gewoon mijn werk. Er heeft eigenlijk nog nooit echt iemand aan mij gevraagd, behalve natuurlijk mijn direct leidinggever enzovoort, maar in de maatschappij van waarom heb je wel andere keuzes overwogen? Waarom is het deze geworden? Wie heb je gesproken? Wat waren die ideeën? Waarom kies je ervoor om op een bepaald pad te kiezen? En dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Want eerlijk gezegd, ik vind dat gesprek heel leuk. Dus voor mij, als ik die transparantie moet geven, betekent wel dat je het proces daarvoor natuurlijk echt heel goed moet hebben gedaan. Want anders ga je nat. Ja. Maar over het algemeen proberen wij ook om dat echt heel goed te doen. Dus als je dat ook beter kan laten zien, dan is dat voor mij in mijn beroep helemaal niet vervelend. Maar dat soort vragen, wie zou ze moeten stellen? Wij krijgen ze eigenlijk niet, of we krijgen ze intern. En het is niet een gesprek wat buiten de deur wordt gevoerd en waar mensen iets van kunnen vinden. Dus dat type transparantie, daar kan ik maandag mee beginnen. Daar zijn mijn collega's ook al mee bezig. Het is niet alsof ik iets heel nieuws heb bedacht. Alleen in een rigide systeem is het best lastig om dat echt in een cultuur te krijgen. Ja, omarm de trage ontwikkeling of de trage verandering. Ja. In deze ook misschien. Uh-huh. Ik wilde ook nog even vragen naar, want dat citaat dat je gebruikte van Witteveen. Ja.
Dat vond ik een buitengewoon lastig citaat. Ik snap er helemaal niks van. Dat kan absoluut heel erg aan mij liggen. Maar kun je nog iets meer verduidelijken waarom je voor dat citaat hebt gekozen en wat je daar precies mee bedoelt? Omdat is dat dan uitsluitend het feit dat de politiek op vierjarige basis feitelijk beleid maakt, hè? Een termijn heeft, soms korter overigens ook, maar en dat je zegt, het is een goed idee om, of een van jullie suggesties is, je zou langer jarige ambities moeten stellen, bijvoorbeeld 10 jaar. Is het uitsluitend dat, of is er ook nog meer nodig voor die slow law, zoals Witteveen dat benoemt? Ja. Kijk, bijvoorbeeld op het ministerie van OCW zijn ze zich uiteraard bewust dat het goed is om sommige dingen langzaam te ontwikkelen. Dus die hebben bijvoorbeeld ook heel veel wetgeving en voorbereiding. Daar zijn ze al veel eerder aan begonnen. Maar waar zij tegenaan lopen is dat dingen toch vaak snel gerealiseerd moeten worden, terwijl dat niet zo is. Ik heb nooit een ambtenaar gesproken die zegt, dat is nou heel gunstig dat alles zo snel moet. Ja, iedereen is er wel over eens van, als we nou gewoon langer de tijd hadden en langer de tijd gaven om kans van slagen te hebben, dan zouden ook meer dingen lukken. En dat is in feite waar dat over gaat, omdat het deels gaat dat ook over ambtelijk vakmanschap. En daar kan ik dan niet zoveel over zeggen, maar kan inschatten dat zo werkt. Is dat je ook op zoek gaat naar wat zijn nou wat is nou de ruimte die ik heb als ambtenaar, of wij als ambtenaren hebben om toch goed beleid vorm te geven, ondanks de restricties die er zijn. Net als dat het ook van ons als leraren wordt verwacht om goed onderwijs neer te zetten, soms binnen de restricties die wij hebben, wat ook weer onderdeel is van onze professionaliteit. Zo zou dat ook en ik vind het jammer als ik ambtenaren spreek en die zeggen van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, daar informeren we ons wel in, maar uiteindelijk gaat het gewoon om politieke consensus en dat er snel dingen afgeleverd moeten worden. Het doet me denken aan, misschien kun jij daar iets over zeggen, daarin. Term die hier wel eens is gevallen voor een schoolleider is hitteschild zijn. Hitteschild zijn tussen wat politiek wil, wat de maatschappij wil en de praktijk op school. En daarin een hitschild vormen om het juiste door te laten, maar vooral ook datgene wat misschien niet helemaal urgent is, vooral buiten de school te laten. Zouden, als je het hebt over vakmanschap van ambtenaren, zouden ambtenaren een soort hitschild kunnen vormen tussen de scholenpraktijk en datgene wat de politiek wil in deze, op de manier waarop René dit nu schetst? Zeker. En ik denk dat ook echt wel al gebeurt. Dus wij ambtenaren worden betaald om te adviseren en ook betaald om tegen te adviseren. En het is niet zo dat niet gebeurt. Natuurlijk, het is ook niet zo dat je altijd je zin krijgt, om het maar zo te zeggen. En dat is ook heel terecht. Het gebeurt denk ik op sommige momenten meer dan je weet. Ook daarvoor is die transparantie dus voor ambtenaren eigenlijk heel fijn. Daarom vraag ik ook naar. Ik ben er heel... Want het is niet zo dat welke overheid dan ook, gemeente, et cetera, gevuld is met mensen die verder niks vinden of willen voor het onderwijs en gewoon de politiek volgen. Het is alleen soms best moeilijk en het is niet zo zichtbaar. Dus ik denk eigenlijk dat het wel al gebeurt. Ik denk ook dat dat nog veel sterker kan. En ik maak me soms wel een beetje zorgen over dat het niet helemaal de goede kant op beweegt. Of bij sommige groepen niet helemaal de goede kant op beweegt. Dus ik hoop dat ik zelf en mijn medeambtenaren met mij daar een wat sterkere beweging in willen maken. Ik vind het wel opmerkelijk dat de schoolleider zichzelf het hitteschild noemt. Ik kan me wel voorstellen dat zo voelt, hoor. En dat het overigens ook zo is. Maar ik denk dat er veel meer partijen zijn die zichzelf het hitteschild voelen. Dus ik ben wel benieuwd of daar ook zitten de bestuurders hier wel eens te zeggen dat zij het hitteschild zijn. Dus, we hebben er 4 in de zaal zitten, dus dat kunnen we zo misschien vragen aan. Want...
Want volgens mij is iedereen daar in principe mee bezig. Het zou alleen helpen als wij dat in meer gezamenlijkheid met elkaar doen. Ja. Omdat je dan meer daadkracht krijgt. Dus als de schoolleiders hier denken dat ik tegen ze ben, ze tegenwerk, dan hoop ik dat ze me bellen. dat we daar een beter systeem in kunnen krijgen. Mm-hmm. Ja. Helder. Ja. Eén vraag waar ik jullie even over wil laten nadenken, en dan nodigen we Paul en Edith aan tafel uit, is als er, jullie doen 9 suggesties in jullie boek. De vraag is voor jullie allebei, maar voor zometeen pas om te antwoorden. Als er 1 suggestie is die je echt zou moeten kiezen, die morgen zou kunnen worden doorgevoerd, welke zou dat dan zijn? Wat zou je dan willen veranderen? Denk daar even over na. Dan nodig ik nu heel graag hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hoge van Universiteit Tilburg aan tafel. En Tweede Kamerlid voor D66, Paul van Meenen. Geef ze een hartelijk applaus. Edith en Paul, fijn dat jullie erbij zijn. We hebben jullie gevraagd om in jullie drukke agenda's een beetje tijd vrij te maken om alvast de publicatie door te lezen. En misschien aan de hand van een observatie, een inzicht dat je hebt gedaan, of een vraag die je zou willen stellen aan René en Doreen, om dit gesprek misschien wat verder te brengen of nog wat scherper te krijgen. Edith, zou ik misschien bij jou mogen beginnen daarvoor? Ja, nou, René, nog niet. Ik heb met heel veel plezier het boek gelezen, natuurlijk. Want al vindt de hele wereld beleid saai, ik denk dat het bekend is dat ik dat helemaal niet vind. En ik vind het ook een fascinerende vraag die jullie stellen. Ik ben blij dat jullie net even helder maken wat dan de crisis was. Ik wil eigenlijk zeggen, wat denken jullie nou dat de crisis echt is? Mm-hmm. Persoonlijk denk ik dat het wel meevalt met het de kwaliteit van het onderwijs, daar valt meer over te zeggen. Maar in elk geval is helder, volgens jullie, er is geen goed genoeg beleid. En dat is al kwalijk vanwege de geloofwaardigheid ook van beleidsmakers en politiek. En dat komt in een soort visuele cirkel naar beneden, waardoor dan het woord beleidsresistentie op scholen helemaal besturen, helemaal niet meer iets gaan overnemen. En dat in zichzelf is niet goed. Nou, wat ik wel fascinerend vind, is dat je eigenlijk aangeeft, de overheid is de laatste jaren sinds Dijsselbloem heel terughoudend geworden. Ik dacht niet. Dus als je kijkt naar wat er is gebeurd, dan zie je dat de overheid juist meer en ook hard, zoals jij zegt, René, is gaan sturen op onderwijskwaliteit. En hard bedoel ik gewoon wetten, niks, geen nepafspraken, gewoon harde dingen. Uh-huh. Nou, dus dat een ding. Ik, 2 dingen vielen me op en daar wil ik ook wat over vragen. Die hele analyse over dat niet zo goede beleid, wat ik er vooral in zie, is dat er, ik noem dat altijd micromanagement is. Dat nepbeleid, ik bedoel het feit, nee, je hebt hier net staan praten over gymzalen, uren. Je hebt per euro uitgerekend hoeveel dat kost. Dat is heel vreemd, dat heel micromanagement-achtig beleid in een land waar je een decentraal systeem hebt, met krachtige besturen, lump sum, waarbij we van oudsher sinds 1917 hebben de school aan de ouders en aan de mensen zelf om het onderwijs vorm te geven. Dus het probleem is volgens mij micromanagement. 2. Het was inderdaad, ja, muur heb ik nooit gezegd. Wel iets van hitteschild en dat soort woorden. Het punt van dat plaatje wat jij ook weer hebt laten zien is, waar je die muur hebt, het grootste punt is daar dat de onderwijspraktijk, leraren, schoolleiders, maar vergeet ook de bestuurders niet, die als geen andere zicht hebben op wat er echt omgaat in het onderwijs en wat er nodig is, die dus ook als geen ander weten wat goed beleid zou kunnen zijn, dat die zeg maar niet terug kunnen meedoen. Dus zij zijn in die zin het nadenken en bedenken wat zouden goede ideeën zijn. Dat hebben wij dan gezien, dat onderzoek helemaal niet betrokken zijn bij dat beleid. En mijn vraag was eigenlijk, ja, ik heb er niet zoveel in jullie boek van gezien, maar wat zou nou een manier zijn om dat beleid beter mee eens dat die invloed van de praktijk belangrijk is? En hoe zien jullie dat dan voor je? Hoe zou je dat kunnen doorbreken? Ja. Zal ik eerst reageren op dat eerste punt, hè, van waarom zo specifiek over. Kijk, er zit één hoofdstuk in waarvan ik zelf denk dat het
redelijk geslaagd is. Goed. Ja, gelukkig. Dus, maar... ja, daar ben ik zelf tevreden over. Dat was namelijk heel moeilijk. Het gaat over capaciteit. Van wat is nou de daadwerkelijke capaciteit van het onderwijs om dit te realiseren? En ik denk een van de problemen die we hebben... Kijk, ik ben niet zozeer tegen lump sum bekostiging of op zich is dat niet zo problematisch, want je geeft heel veel verantwoordelijkheid aan besturen. Dus daar hebben we een heel pleidooi voor waarom dat op zich niet zo erg is. Maar het punt is wel dat er dan vanuit de politiek allerlei claims worden gemaakt op het onderwijs. Van nou, het onderwijs zou ook wel dit kunnen. En ze moeten maar kijken hoe ze het lerarentekort oplossen. En misschien als ze wat doelmatiger zijn, dan kunnen ze dit doen. En dat, en daar kun je twijfels bij zetten. Alleen het lastige is dat we... Ja, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. We weten het niet precies. Waarom? Omdat de manier waarop die lump sum tot stand komt... daarin wordt eigenlijk geen uitspraak gedaan over wat de echte kwaliteit is die we nastreven. Dus er zit geen koppeling tussen de kwaliteitsambities die we hebben en de hoogte van die financiering. En dat is ook, dat maakt dat voorbeeld over die gymlessen zo interessant. Ik onderbreek je even hoor, want dat is ook zo typisch. Ja. Het geld en de kwaliteit zijn de hoogte. Voor mij klinkt dat heel erg als, ik denk altijd, het onderwijs is geen bedrijfsleven. Mm-hmm. We hebben ook een tijd gehad en we hebben Dekker in beeld gezien. Het onderwijs is niet zo van, we gaan er zoveel in stoppen en dan krijgen we er zoveel terug. Nee. En dat hele return on investment denken, wat ik heel erg zie. En ook van, dat geld komt, maar wat zien we er dan voor terug? En dat moeten we wel zien. Natuurlijk moet er verantwoording zijn, het is publiek geld. Maar ik denk dat het probleem van het beleid van de afgelopen jaren ook dit is. Mm-hmm. Het is net alsof de overheid een soort contractpartner is en investeert. En dan moet er een return on investment komen. Ik denk dat onderwijs een basisvoorziening is. Net als het leger. Daar betaal je gewoon voor. Ja, dat snap ik. Hè? Maar kijk, stel je wil nou iets gaan... Stel je hebt een beleidsinitiatief. Je zegt van ik wil heel graag... alle kinderen moeten Chinees leren. Hè? Prima, dan zeggen we dat is de ambitie. Dan zou je toch voordat je begint moeten inventariseren... wat is nou de capaciteit van het onderwijs om dit daadwerkelijk te realiseren? En dan moet je toch ook de vraag stellen... hoeveel gaat het nou kosten om dit te realiseren? Ik denk dat is nou precies het probleem in de hele publieke sector. Is dat we overal hele hooggespannen verwachtingen hebben van al die instanties... terwijl we niet goed in kaart hebben van hoeveel dit nou precies moet gaan kosten. En de grootste rekening daarvoor, die zie je in het primair onderwijs... die hebben de grootste moeite om te voldoen aan deugdelijkheidseisen. Ja, niet overal, maar... Wel op gewoon een aantal aan de basisfinanciering is niet genoeg. Ja. Okay. En daar zou je wat mij betreft echt een berekening op los moeten laten. In de zin van kijken van als we echt al die kwaliteitsambities die we hebben voor het onderwijs. Dan niet alleen deugdelijkheid, maar echt het onderwijs wat we voor ogen hebben. Wil je dat realiseren? Hoeveel moet dat dan gaan kosten? Ik vind dat wel een hele relevante vraag. Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt over het micromanager. Want het is op bepaalde punten ook wel echt het geval. In een systeem wat zich eigenlijk helemaal niet leent voor micromanager. Omdat zo hebben we het niet in elkaar gezet. En op andere punten waar je dus juist die interventie wel verwacht, wordt er wat mij betreft veel te weinig ingegrepen. En een van de taboes die daar een beetje op heerst, is echt ingrijpen in het systeem. Soms is het niet alleen nodig om het geld door te rekenen, maar om te kijken, draait het systeem op een manier dat het überhaupt haalbaar is? En wat mij betreft, ik ben het helemaal met René eens, je moet wel, ik vind ook, je moet gewoon voldoende middelen tegenover een soort kwaliteitswens zetten. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken of je die vraag stelt aan een systeem waar dat überhaupt in zou kunnen werken. Ja, daarover helemaal eens, maar het is precies wat je zegt. Is gebrek aan sturing op de grote lijnen, op het systeem, op de grote doelen... en wat mij betreft ook of er genoeg geld is voor wat je moet doen. Ja. En er is een overmaat aan geprietspruts en draaien aan knopjes met uurtjes... met gym en hier en daar. Wat een decentraal systeem niet past. Precies. Ja. Paul? Ja, ik vond het capaciteitshoofdstuk ook het beste hoofdstuk. Ja. Het is, het raakt, ja. We staan met z'n tweeën nou. Dat voor twee wiskunde. Ja. Ja. En waarom is dat zo goed?
Niet alleen omdat er inderdaad vanuit de politiek soms onmogelijke, rare opdrachten gegeven worden, waarbij er eigenlijk inderdaad in die financiering geen relatie is tussen hetgeen je beschikbaar stelt en wat je verwacht. Lump sum is duidelijk, het is een typische uitgavenbeheersing. Je weet precies hoeveel geld je hebt, nou dat stel je ter beschikking. Je roept er wat bij van wat je er zo al voor verwacht, onderwijs en nog wat dingen. En dan hoop je maar dat het kan. Er is eigenlijk helemaal geen beeld over de haalbaarheid daarvan, de kosten, oplopende kosten. Je kunt ook een boek schrijven over sluipende bezuinigingen. Ja, ja, ja. Als je maar hetzelfde geld blijft geven en je verwacht er steeds meer voor, of het wordt steeds duurder, dan heb je een sluipende bezuiniging. Maar goed, dat is nog één ding. Maar het funeste zit hem eigenlijk, en ik kwam uit jouw voorbeelden ook twee keer heel goed naar voren, dat het niet alleen de overheid is die dit vraagt, maar daarin gesteund door partijen als de PO-raad en de VO-raad. Daar wordt echt een contract gesloten. Alsof er inderdaad een soort, ook vanuit het onderwijs zelf, een soort maakbaarheid gezien wordt van ja, geeft u ons dat geld, maar dan gaan wij deze dingen allemaal voor u realiseren. Vervolgens, dat blijkt nu ook wel uit de evaluatie bijvoorbeeld van die prestatiebox, komt daar helemaal niks van terecht. Ja. Helemaal niks. Dus dat geld, dat zal wel ergens besteed worden. Mm-hmm. Nou, dat is één. Twee is, ja, je moet publiek geld verantwoorden. Ik zeg in eerste instantie niet zozeer naar de overheid, maar vooral naar degene waarvoor je die school bent. Dus naar ouders, leerlingen, studenten, noem het allemaal maar op. Maar, en dan ben ik van een partij die altijd wel wil kijken of er nog meer geld mogelijk is voor het onderwijs, heel belangrijk. Maar ik merk gewoon dat er een toenemende onvrede ook is over de toch de onduidelijkheid waar dat geld naartoe gaat. Wat is dan de oplossing? Gewoon transparantie over de lonen? Nou, daar kom ik op een van de slechtste conclusies die ik in het boek aantrof. Namelijk, versterk het bestuurlijk vermogen van besturen. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar het is wel heel erg gedacht in het systeem. Nou, ik ben niet zo van dat ik het stelsel niet ter discussie durf te stellen. Dat doe ik wel. Deze week was ik nog bij de bijeenkomst van Dijsselbloem. Die zei ook, dat is het Dijsselbloem-spook, alsof we daar niet meer over mogen hebben. Waarom is dat slecht? Waarom is dat dan slecht? Als je niet meer over het stelsel mag spreken? Nee. Deze suggestie van het versterken van besturen? Nou, omdat ik denk, en die suggestie heb ik ook zelf gedaan, dat we ook in de manier waarop we scholen financieren, daar eens goed over na moeten denken. En ik zeg bewust scholen financieren, want dat is ook het andere wat ik voorstel. Jullie schrijven in jullie boek dat er hele grote verschillen zijn tussen besturen. En dat is niet alleen in omvang, maar ook in hoe ze met geld omgaan. Ik denk dat de verschillen tussen scholen in Nederland veel kleiner zijn. En ik denk dat we toe zijn aan een herwaardering van wat we in Nederland altijd een school gevonden hebben. Namelijk gewoon dat gebouw waar je je kinderen naartoe brengt en waar je verwacht dat er goed onderwijs gegeven wordt. Mijn stelling is dat het een stuk beter zal gaan als we het geld daar naartoe brengen en dan kijken wat er gemeenschappelijk in coöperatief verband gebeurt. Mm-hmm. En dat het ook veel beter mogelijk is om daar afspraken mee te maken en niet met die koepels. Nou, dat blijkt wel. Dat werkt gewoon niet. Maar het is wel, elke afspraak met de koepel is voor de politiek een legitimatie om het dan maar te doen. Ja. Levensgevaarlijk. Mm-hmm. Moeten we mee stoppen. Is iedereen het daarmee eens aan deze tafel? Mm. Ik hoop het niet. Ik zou er wel, ja. Nou, ik denk niet met de weergave van hoe het is. Ik bedoel helemaal eens dat een convenant, want dat is het, een herenakkoord ouderwets wordt met een PO-raad, natuurlijk niets is. Alleen het is in moderne termen hele intelligente, zogenaamde nudging, soft governance, een zachte manier van sturing door communicatie en overreding. En daarom hou ik altijd een pleidooi voor beleidswijsheid op het moment, en dat is dus capaciteit en bestuurlijk vermogen, op het moment dat bestuurders, schoolleiders, mensen, iedereen gewoon goed weten wat is echt wet en regelgeving en wat zijn gewoon vrolijke afspraken tussen partners in het veld, kun je ook veel beter je eigen koers bepalen. En daarom wil ik even een klein stapje maken. Ik heb namelijk wel bedacht wat ik jullie allerbeste aanbeveling vind van die 9. En er zaten een paar hele goede bij. En waar ik heel gecharmeerd van ben, dan geef je meteen nog toch antwoord op wat ik net vroeg. Namelijk, wat is nou de invloed van die leraren en de mensen in de praktijk? Die regionale kennisinfrastructuur, jullie zeggen eigenlijk van, goh,
Er wordt heel veel verzonnen en nascholing en bijscholing en noem maar op door externen. En dat, daar zijn leraren en scholen een beetje de passieve ontvangers en schoolleidersbestuurders. En maak nou vanuit leraren, vanuit scholen een kennisinfrastructuur regionaal, waarbij leraren en al die mensen die werkzaam zijn met aan elkaar onderwijs geven, advies, consultancy, de hele mikmak, terwijl ze tegelijkertijd gewoon in die scholen werkzaam zijn. Ik dacht, supergoed idee. Kijk even naar Portugal, een heel centralistisch land. Daar doen ze, hebben ze helemaal geen geld. Het gaat een heleboel mis in het onderwijs. Maar daar doen ze dat wel. Die arme mensen krijgen nauwelijks iets betaald, die leraren daar. Ik dacht, je zou een coöperatie kunnen maken. Er is net een coöperatie neergegaan in dit land. Maar zou dat nou niet een hele aardige vorm van coöperatie zijn? Waar altijd de combi's van leraren en nascholen en onderzoeken zitten. En ja, garandeer daar dan wel bij dat er wat externe ogen bij kunnen komen. Ja, dat vind ik jullie beste aanbeveling, omdat onderwijs, scholen en die besturen daarmee ook leerplekken voor leraren en schoolleiders zelf worden. En omdat je die betrokkenheid hebt van wat is nou goed onderwijs. Dat is echt een van onderop beweging. Ja. Vinden jullie dat ook je beste aanbeveling? Mag ik er iets op zeggen voor ik ze antwoord geef? Jazeker. Ik heb dat ook gelezen, leek me ook een uitstekende aanbeveling. Ik dacht van volgens mij hebben we eigenlijk al zoiets. En dat zijn lerarenopleidingen en pabo's. Die zouden die rol kunnen vervullen. Ja. En ik denk dat dat alleen maar zou kunnen als de beroepsgroep zelf. Hè, hadden we maar een beroepsgroep voor leraren. Die ja, was die misschien dan maar. Nog wel. Ja. Maar dat die leiding geeft aan wat daar gebeurt. In plaats van dat het eigenlijk een soort zelf bestaande organisaties zijn die op hun beurt weer afspraken maken met de overheid. Ik denk dat het veel beter zou zijn als de beroepsgroep zelf, zoals dat in de zorg bijvoorbeeld ook is, inhoud en invulling geeft aan wat daar allemaal gebeurt. En dan zou je die instellingen dus deze rol kunnen laten vervullen. Maar misschien hebben jullie iets heel anders in gedachten. Ja. Nee, ja, zo hebben we het niet omschreven, zeg maar. Hè, maar inderdaad hebben we eerder wel het pleidooi gehouden in het alternatief 2, of ik in Jelmer in ieder geval, hè, van dat zo'n regionaal centrum, dat je ja, dat inderdaad vanuit een bijvoorbeeld een beroepsgroep kunt organiseren, hè, om te zorgen dat leraren bij elkaar komen. Maar ja, ja goed, je zou het even goed voor schoolleiders en besturen kunnen inzetten natuurlijk. Hè, omdat je ook een van de pleidooien in dat hoofdstuk over capaciteit is, van ja, probeer die besturen, die schoolleiders, de leraren nou hè, veel meer op één lijn te krijgen. En uiteraard in jouw voorstel zou het dan zijn dat de besturen dan misschien niet zo'n rol van betekenis meer hebben, dat het vooral gaat over schoolleiders en leraren. Dan heb je in ieder geval één moeilijkheidsgraad weggehaald. Maar ik denk dat het... Waarom? Waarom is het zo moeilijk dat die bestuurlijke functie, want we hebben het vaak over bestuurders, ja. Maar ik zou het wel zeggen, waarom hebben we zo'n probleem in het land met de bestuurlijke functie? Je hebt primair processen onderwijs, dat is enorm complex. Dat gebeurt in lokale omgevingen. Te complex voor leraren? Je moet het organiseren. Het is natuurlijk niet alleen maar een individuele leraar die met kinderen werkt. Onderwijs is een hele organisatie, een heel iets waarbij je dat vraagt organisatie. En daar moet je ook strategisch over nadenken. Wat is hier de bedoeling? Waar leggen we hier de accenten op? Wat voor soort onderwijs is hier in dit voedingsgebied belangrijker? Dat is besturen. En ik denk dat besturen een ongelooflijk belangrijke rol spelen in dit land. Het is nog jong in Nederland. We hebben pas 10, 15 jaar die bestuurlijke functie. Voorheen deed de overheid het. En wat mij betreft gaat de discussie er veel meer over wie kan het beter. De overheid centraal. Nou, nogmaals, ga even in Portugal, Frankrijk en Italië kijken. Of hoe het voor in Nederland ging. Of die decentrale besturen. Volgens mij zit daar de discussie. En niet tussen besturen tegen schoolleiders en leraren. Nou ja, kijk, in zekere zin kan ik Paul's pleidooi wel volgen. Omdat er, het feit dat we besturen hebben, leidt ook tot allemaal verantwoording. En je vraagt je af soms van ja, wat is het nut daarvan? Maar aan de andere kant kan ik het ook niet helemaal volgen. Hè? Dus bijvoorbeeld, het bestuur waar ik voor werkte, werkt inderdaad zo met een coöperatief model, zeg maar. Met gewoon een directeur-bestuurder. En inderdaad hadden ze een aantal dingen binnen de stichting samen onderverdeeld. Dat werkte prima. Maar er zijn ook stichtingen die gewoon een stichting zijn met een raad van toezicht en 18 scholen eronder. En daar werkt het ook prima. Hè? Dus het is niet zozeer dat ik zie dat een bepaald model de voorkeur heeft, zeg maar. In zin van of het echt kan werken of niet. Ik denk dat
Nou ja, weet je wat mij opvalt? Mm-hmm. Dus de gedachte dat je geld wat voor onderwijs bedoeld is naar scholen stuurt. Mm-hmm. Daar worden een heleboel mensen in dit land heel erg zenuwachtig van. Dat vind ik merkwaardig. Mm-hmm. Want je zou toch zeggen dat dat de plek is waar het terecht moet komen. En het komt op heel veel plekken daar in onvoldoende mate terecht. Maar Paul, je overdrijft natuurlijk wel een beetje. Ik overdrijf helemaal niet. De scholen worden per BRIN-nummer gefinancierd. Dus ik vind dat je een beetje karikatuur van maakt. Nee, maar waar komt dat geld binnen? Dat komt niet bij die school binnen. Dat komt bij het bestuur binnen. Geloof mij, ik heb dit voorstel gedaan in juni. Ik kan er nu al een boek schrijven over wat ik daarna allemaal aan voorbeelden gehoord heb over wat er gebeurt. Scholen die werkelijk tonnen per jaar afstaan aan hun bestuur. Geen idee hebben waar dat verdient. Kijk, ik denk, besturen zijn inderdaad vrij nieuw in Nederland. Waarom zijn ze ontstaan? Omdat er steeds meer verantwoordelijkheid bij scholen kwam te liggen. En die verantwoordelijkheden op personeel gebied, administratief gebied, financieel gebied, huisvestingsgebied, die wilde men een beetje gaan delen. Dat kan ook heel efficiënt zijn. Maar wat je er gratis bij hebt gekregen, is dat ook die macht daar neer terecht kwam. En ook de macht om het geld te verdelen. Ik zeg gewoon dat het draagvlak voor investeringen in onderwijs heel broos wordt in Nederland doordat zoveel van dat geld niet zichtbaar verantwoord meer wordt. Niet de klas bereikt. Daar moeten we ons met z'n allen heel erg zorgen over maken. Karin? Ik ben het ook niet eens met dit punt. En dat is misschien ook wel erg vanuit mijn eigen perspectief. Maar het komt daardoor dat besturen die hebben een volgens mij een ontzettend. Die zijn wat mij betreft eigenlijk het hitteschild, laten we het zo zeggen. En ik denk, besturen hebben een ontzettend belangrijke rol in het aanpakken van problemen die scholen alleen niet kunnen oplossen. Dus natuurlijk moet. Kun je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Lerarentekort. Bijvoorbeeld. Dat is echt een probleem van de besturen, waar de besturen met elkaar heel veel in kunnen bereiken. Kijk, we moeten terug naar de schoolleiders. Dat vind ik. De bestuurders kunnen het leraartekort ook niet oplossen. En ik ben best lang bestuurder geweest. Ja, natuurlijk voelde ik me af en toe wel eens hitteschild tegen die overheid die altijd maar van alles wilde. En dan zei ik, nou jongens, we trekken ons er niet veel van aan. Maar dat is toch niet dat kan toch niet de gewenste situatie zijn. Dus ik zou vinden dat we moeten proberen een overheid te krijgen die op een goede manier met het onderwijsveld samenwerkt. En ik wil helemaal geen bestuurders als hitteschild. Lijkt me heel gek. Ik wil overigens ook geen ambtenaren als hitteschild. Ik wil gewoon ambtenaren die doen wat de politiek zegt. Mag ik voordat we gemiddeld genomen. Dit is lastig natuurlijk. Mag ik voordat we naar de zaal gaan. Het gewoel wordt iets luider op de stoelen. Er komen vast allerlei opmerkingen en vragen op. Misschien via een klein gedachte-experiment nog één vraag aan Paul en Edith stellen. Stel, want ik krijg namelijk ook heel erg sterk het gevoel dat het beleid en datgene waar we het hier nu aan tafel over hebben ook heel erg te maken heeft met bepaald vertrouwen in scholen, in leraren, in vakmanschap, politiek ook. Stel, uitgangspunt is, wij hebben op iedere school in Nederland een uitstekend team staan van docenten en een schoolleider. En dan bedoel ik vakbekwame specialisten met pedagogische basis en professionele cultuur van wij willen graag met en van elkaar leren. Dat is het uitgangspunt. Wat is dan nog de rol van bestuur? En wat is dan nog de rol van beleid? De rol van beleid? Ja, wat zou beleid daar nog aan kunnen toevoegen, bij wijze van spreken? Zal ik maar beginnen? Dan kunnen jullie de aanval openen. Ik denk dat als dat zo is, maar misschien ook wel als het niet zo is, dat al die scholen perfecte onderwijsorganisaties zijn, dan denk ik dat er nog steeds een zekere behoefte is aan een administratieve backbone, zal ik maar even zeggen. Dat het inefficiënt is als iedere school ook zijn eigen administratie heeft, zijn eigen werkdrukverlichting eigenlijk. Zijn eigen medewerker, personeelszaak. Dat kan je bundelen. Dat noem ik dan even een coöperatieve samenwerking op een aantal
nou ja, back-office dingen. Mm-hmm. Dat lijkt me prima. Dat mag voor mij ook nog bestuurd worden. Ook een coöperatie kan het besturen. Maar dat is heel anders. Want het primaat voor het onderwijsbeleid in ieder geval ligt dan weer terug bij de school. Dat is waar ik voor pleit. En ik ben niet tegen bestuurders. Ik denk dat ook voor heel veel bestuurders in dit land de situatie, als die zo is zoals ik hem beschrijf, helemaal niet echt wezenlijk anders is. Dan moeten ze daar vooral mee doorgaan. Maar ik denk dat we nu een systeem hebben wat veel te veel ruimte laat voor, nou ja, onhelderheid in relaties. Schoolleiders die niet tot hun recht komen en daarmee scholen niet. Geld wat niet, wat verdwijnt. En dat is allemaal zeer kwetsbaar. We zijn een hele kwetsbare sector met elkaar. En we hebben echt het nodig dat we het gewoon zichtbaar en goed en beter gaan doen. Dat is waar ik voor pleit. Oké. Okay. Ik denk. Voordat we naar Edith gaan. Nu vergeet ik helemaal mijn punt. Ik denk op het moment dat het inderdaad de situatie die jij schetst. Ten eerste denk ik dat er dan gewoon inderdaad minder mensen nodig zijn in het hele onderwijssysteem. Dat is ook helemaal niet erg. Sterker nog, dat is natuurlijk heel erg goed. Maar wat je, en daarom blijf ik toch ook een beetje bij mijn besturen. Maar goed, waarom ik denk dat je al die andere lagen wel nodig hebt, is omdat er zo'n stelsel is zo ingewikkeld. Het is echt heel moeilijk om dat vanuit één school het hele systeem te overzien. Want de samenwerking tussen scholen binnen een sector is moeilijk. Samenwerking tussen scholen in verschillende sectoren is moeilijk. Het overzien van hoe leerlingen door een systeem gaan, hoe ze later op de arbeidsmarkt functioneren. Al dat soort dingen kan je niet vragen van een school. Dus daarvoor blijft denk ik dus ook echt besturen nodig. En je moet het op een bepaalde manier toch organiseren. Ik snap wat je zegt. Maar leg ik het dan verkeerd uit als dat dan eigenlijk impliceert dat we scholen niet voldoende vertrouwen in dat ze leerlingen leren wat ze moeten leren? Nee. Nou, ja. Of is dat veel te gechargeerd? Ik stel je dus nog steeds. Mm. Maar je stelt diezelfde vraag, hè? Van is er geen vertrouwen in? En Paul, jij gebruikt ook het woord kwetsbaarheid. Het woord kwetsbaar, dat is precies waar het over gaat. Jullie beschrijven in je boek namelijk ook heel goed. Als je dat ideale schoolteam hebt met die geweldige leraren die met elkaar en een schoolleider erbij, of hoe je dat dan wil noemen, die dat dan heel goed doen. Wat heb je dan nog meer nodig? Mm-hmm. Goeie vraag. Wat is de toegevoegde waarde? Nou, één ding, en dat schrijven jullie zelf ook. We vinden het in onderwijs nog steeds heel moeilijk om scholen als organisaties serieus te nemen. In die zin dat scholen ook plekken zijn waar mensen werken, leraren namelijk, en scholen en anderen, die met een ingewikkelde opgave bezig zijn, namelijk onderwijs. En die heel erg zelf moeten blijven leren, up-to-date moeten blijven, elkaar scherp moeten houden, noem maar op. Dat wordt door Klaas van Veen, die jullie noemen, en zijn collega's die veel naar onderzoek doen, zeggen vaak, scholen zijn gemaakt zodat leerlingen kunnen leren, althans dat hopen we, maar niet zodat leraren en al die andere mensen er kunnen leren. En dat is een professionele organisatiefunctie, daar heb je dus meer voor nodig. Nou, dat is één, en dat is de meerwaarde die je vanuit besturen en beleid kunt hebben. Het tweede is, het wordt wel erg klein en ook erg benauwd. Ik bedoel, ik heb wel eens eerder gezegd, en dat weet je, mm-hmm, René, bij het alternatief deel 1 en 2. Pas op dat je niet alle primaat bij de leraar legt. Alleen het professionele perspectief van de leraar, dat kan niet. Dat is hetzelfde als de witte jas in de zorg. In de zorg zijn ze al veel verder. De helft van de kwaliteit van de zorg en veiligheid wordt bepaald door de inbreng van de patiënt of cliënt, of hoe we die mensen dan willen noemen. En ook door hoe de samenleving aankijkt tegen zorg. En ik denk dat als scholen alleen die kleine teams, hoe goed ze ook zijn, dan ontbeer je dus die inbreng van in ieder geval de mensen die het onderwijs ontvangen. Kinderen, ouders, jongeren, studenten. Maar ook al die invloeden van de samenleving, want scholen zijn. Maar dat hoeft toch niet per se? Scholen zijn mini-samenlevingen en daar heb je meer voor nodig dan alleen dat smalle perspectief van leraren die dat met elkaar zitten. Maar die leraren kunnen daar toch juist ook manieren voor vinden om dat wel te doen? En daar heb je wel even wat meer organisatie voor nodig. En ook, dat noem ik dan altijd de bestuurlijke blik, de strategische blik vanuit het verleden in het heden naar de toekomst kunnen kijken en breder kunnen kijken dan je eigen onderwijs, leraarsneus, met alle respect, lang is. Maar sorry, Edith, in de zorg worden toch ook de mensen
De dokters en de verpleegkundigen die worden toch ook helemaal gek van al die... Van al die managers die daar inmiddels in ziekenhuizen rondlopen vanuit de gedachte. Ja, buurtzorg doet het helemaal niet. Ja, zeer. Ik lees gewoon de krant. Nee, maar dat is het niet. Dat gebeurt. Ja, maar goed. En ik denk dat die leraar niet alleen moet staan. Nee, maar die moet zich gesterkt worden in een beroepsgroep. Dat is het verschil met de zorg. Daar is de beroepsgroep heel goed georganiseerd. Daar heb je steun aan. Dat is in het onderwijs waar het volgens mij aan onderbreekt. En niet aan nog wat meer besturen. Nou, het laatste wat ik wil zeggen, wat mij altijd bijzonder stoort, is dat mensen zeggen, kijk, in het onderwijs is iedereen altijd doodsbang om geld uit te geven. Als het maar niet bij het onderwijs terechtkomt. En als er één taboe is, is het als je in het onderwijs iets voorstelt, van ja, maar dat moet naar het primaire proces. En ik vind het soms schrijnend om te zien dat ik in dit land bestuurders in het primair onderwijs zie, die helemaal niets, maar dan ook niets voor zichzelf, hun eigen organisatie, provincialiteit, de bestuurlijke functie, het leren van leraren durven te organiseren. Omdat met de tranen in ons ogen we altijd zeggen, al het geld moet naar de leerlingen. En dat vind ik een schrale, armoeige opvatting van goed onderwijs maken. Onderwijs is een veel bredere functie en daar mag je ook geld en energie aan besteden. Mogelijk hebben de bestuurders in de zaal hier nog wel aanvullingen op. Zijn er, en mag ik wat licht ook in de zaal alsjeblieft? Is er iemand met een vraag, met een opmerking? En zo ja, steek vooral even je hand op. Ja, ik kom naar je toe. Wil je even komen staan, zeggen wie je bent, wat je vraag is en aan wie? Mitchell Tegumi. Ik wilde even reageren op mevrouw Hoge. Die zei net volgens mij iets wat ik denk ik niet goed begrepen heb. Want er gaat heel veel meer geld naar onderwijs, wat juist niet in het primaire proces komt. Volgens mij is het andersom. U zei dat er heel veel geld naar onderwijs gaat. En dat iedereen met tranen in zijn ogen zegt, het moet wel naar het primaire proces. Maar daar komt het niet. Dat is helemaal uitgezocht door... ik geef een andere definitie van het primaire proces. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een conciërge in het onderwijs onderzoekers in hogescholen worden aangemerkt als ondersteunend personeel. En dat komt dan in alle benchmark als niet naar de primaire processen. En daarmee misken je dat functies ook om leraar-kind in de klas heen heel cruciaal zijn om met elkaar het onderwijs, die school, die gemeenschap te maken. Dus ik vind zelf de functie van een schoolleider en zelfs van een bestuurder horen bij het primaire proces. En in mijn oren is dat dus niet, het gaat niet naar onderwijs. En dat is mijn punt. Ander perspectief. Hier. Dag, ik ben Roel Schoonveld, 32 jaar rector geweest van het Amsterdam Museum. Daarna nog een jaar schoolgemeester van Rijgersbosch, nu Lely Lyceum in Zuidoost. Ik zou heel sterk voor willen pleiten om scholen als zelfstandige eenheid van professionals te laten functioneren. De overheid moet alleen maar randvoorwaarden stellen wat mij betreft. Dat alles keurig gaat, dat het financieel in orde is, natuurlijk een lessentabel. Voor mijn part het bewegingsonderwijs ook nog minimaal. Maar ik hecht er heel erg aan dat die scholen zelf uitmaken hoe ze verder functioneren. Dus weinig centraal opleggen. Voorbeeld, als destijds was besloten dat het studiehuis centraal verplicht op alle scholen in een bepaalde vorm moest worden ingevoerd, dan zou een hele verschrikkelijke situatie zijn ontstaan. Het is niet voor niets na een jaar of 8 weer verdwenen. Hè? Dus ik ben blij dat de scholen vrijheid hadden. Iedere keer als er een maatregel kwam, vroeg ik me af, wat zou er gebeuren als we het niet doen? En dan haalde ik opgelucht adem als het antwoord was, niets. Hè, dus dat hitteschild heb ik ook nooit zo gevoeld. Bij sommige dingen dacht je wel eens, zou dat zo heet worden opgediend? Dat viel dan heel vaak mee. Ik ben heel erg voor zelfstandig besluiten van scholen. Scholen mogen ook best verschillend zijn. Dat laat je dan dus toe. Waar ik heel erg voor ben, we mogen blij zijn met de diversiteit van het onderwijs in dit land. Ik heb ook heel veel scholen in het buitenland gezien. Tweede ding, ga op kleinschalige instellingen over. Ik bedoel, Paul heeft er ook al iets nodig over gezegd. Betaal vooral de scholen en niet de grotere eenheden. Ik was jarenlang gelukkig alleen maar rector van een eenpitter. En dan is een school en het bestuur gewoon hetzelfde. Trouwens. Is dit dan ook een pleidooi, als ik u goed uitleg, voor professionele ongehoorzaamheid? Oh ja, absoluut. Zeker. Daar ben ik helemaal voor. Wat vindt de tafel daarvan? Ja, altijd goed. Ja, goed idee. Een volgend iemand. Ja, ik ga even naar de andere kant.
hier. Mijn naam is Tim Bartlema. Wat mij een beetje opvalt in het gesprek net, is dat er betoogd wordt juist die bestuurders erin te houden, zeg maar, zodat die wat meer van de omgeving meekrijgen, om het even zo samen te vatten. Ik denk juist dat als je dat geld daar niet daarin stopt, in die bestuurders, dat je juist dat geld in de school stopt met de leraren. Zodat die leraren wat meer tijd hebben om zich daarin ook te ontwikkelen. Zodat je ook veel betere docenten krijgt, omdat die een gevoel hebben voor de omgeving. Dus volgens mij zijn jullie het eigenlijk wel in die zin eens. Nou. Zou ik misschien, want dit is een goede toevoeging, aanvulling. Ik weet niet of het ook nu betekent dat we het aan tafel, en dan kijk ik met name even naar Paul en Edith hierover eens zijn. Maar we hebben hier bestuurders in de zaal zitten. Is er misschien een bestuurder die hier zelf iets over zou willen zeggen? Of ja. En dat allemaal naar aanleiding van jullie aanbeveling. Marg van Amerongen, directeur-bestuurder van Passend Onderwijs, samenwerkingsverband in de Polder. Wat mij heel erg triggert bij die hele discussie van wie is het schild, dat ik eigenlijk aan het plaatje moet denken wat Edith de Hoge ook al eerder hier gepresenteerd heeft met alle pijltjes en invloed. Dat ik denk, laten we nou eens een andere tekening maken. En als we en het primaire proces, ja, en of dat dan de leerkracht in de klas is of inderdaad gewoon alles ten dienste is om daar goed onderwijs aan te geven. Maar laten we nou eens even kijken van hoe moet dan zeg maar de rechtstreekse financieringstroom van het Rijk gaan? Hoe gaan we nou om met al die partijen ertussen? We hebben in het kader van passend onderwijs gesteggeld over of de PO-raad de belangen van het samenwerkingsverband. Nee, dat kan niet, want dat is in het kader van de governance, dat kan allemaal niet. Ja, het zal wel. Maar goed, het is zo uitgevoerd nu dat het niet kan. Ook prima. Maar ik vraag me af, wat zou nou een gewenst plaatje zijn als je dat plaatje van, nou ja, van jou met de pijltjes, als je dat nou eens opnieuw in mocht tekenen? En dan inderdaad, zeg maar, is naar die kant kijkt van een bestuurder. Bestuurders zijn er altijd geweest. Schoolbestuurder, ouders die dat belangrijk vonden, waren gewoon het bestuur van een school. Dus links of rechtsom, of het complexer geworden is in de maatschappij of niet, bestuurders zijn er altijd geweest. Als je die kant nou eens bekijkt en je kijkt naar de relatie met het ministerie, waar zouden we nou gewoon die hele middensector willen parkeren? En zetten we misschien wel de muur, zeg maar, naar die kant. Maar dan moet de financiering wel achter de muur beginnen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, hoe is nou, zeg maar, het nieuwe systeem? Wat zou het nieuwe systeem zijn? Dat is een complexe vraag, denk ik. Maar en mogelijk kunnen we deze vraag beantwoorden en ook de vraag van de opmerking van die heer aan de andere kant daarin meenemen. Ja, wie biedt? Mag ik vind ik wel een leuke vraag. Hoe ik het dan. Eigenlijk zoals Roel Schoonveld net zei. In die zin dat je zegt. Wij hebben dus een decentraal systeem. Waarbij er enorm veel besloten kan worden over. Hoe het onderwijs met hoeveel uren gym. Wat is een goed idee, wat niet. Op het niveau van die schoolorganisaties, zoals ik ze altijd noemen, die hebben altijd een bestuur. En daar heb je op hoofdlijnen een aantal afspraken en regels voor nodig als het gaat om bekostiging, de verantwoording daarover, het minimale niveau, et cetera. En wat er in dat plaatje staat, dat zijn een heleboel organisaties. Nou ja, René noemt het nep-representanten en nep-afspraken. Ik zeg dan altijd keurig, het is soft governance. Hè. Het is dus geen echte wet en regelgeving. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is, en dat hoort ook wel bij onze moderne neoliberale samenleving, zo wordt er over geschreven, dat we gewoon heel veel aan communicatie en beleidsinvloed doen via het woord. Omdat, en dat is ook nog heel speciaal voor ons land, omdat we het door de Tweede Kamer ook vaak niet er doorheen zouden kunnen krijgen vanwege de vrijheid van onderwijs. Dus de legitimiteit van een heleboel van die activiteiten is ook nog discutabel, omdat het niet langs de weg van de parlementaire democratie gaat. Dus ik zou zeggen, er wordt wel eens van mij gezegd, ja, jij bent ervoor om al die middenveldorganisaties eruit te gooien. Zo radicaal hoeft het ook niet, maar je moet er heel goed en precies naar kijken. En een heleboel is niet nodig, omdat het wat mij betreft in die regionale, hoe noemden jullie het?
centra van de onderwijsmensen zelf kan gebeuren. En dan wordt het daar een stuk rustiger. Dus keep it simple and straight. Ja. Mag ik ook nog iets van zeggen? Ja, ik denk zelf dat... hier gaan we het heel erg eens worden, geloof ik. Heerlijk. Ja, toch dat zie ik. Het wordt een mooie avond. Ja. Is het al. Kijk, als je aan de rechterkant nou eens even gewoon alleen de scholen zou zetten. Hè, dat zou mijn voorkeur dan hebben, gewoon scholen. En dan heb je ook een overheid. Laten we ervan uitgaan dat die er ook nog is. Het is best wel handig af en toe. En misschien ook nog de onderwijsraad, vooruit. Omdat we hier nu toch zijn. Nou, vooruit dan. Maar de rest is eigenlijk in mijn ogen toch eigenlijk ook een signaal van dat er blijkbaar of een onzekerheid is aan de kant van de scholen, misschien ook wel van de overheid. Je kunt in ieder geval zeggen dat elke euro die er naar dat middenstuk gaat, die gaat niet naar het rechterdeel. Dat vind ik al erg. Maar het is ook toch wel een uiting van een soort... Nou ja, ik zou al zeggen deden naar scholen van jongens, jullie weten toch niet zo goed wat er gebeurt. Maar daar hebben we allemaal prachtige organisaties en de hele dag aan het nadenken voor jullie, want zelf heb je er geen tijd voor. Ik pleit ervoor dat er aan die rechterkant veel meer tijd komt voor docenten en voor schoolleiders overigens ook, om na te denken. Maar het moet wel ergens vandaan komen. Dan zou ik zeggen, nou, haal dat middenveld er maar gewoon uit. Hè. Laten we het onderwijs dus even vanaf nul ontwerpen. Nou, dan zijn er gewoon scholen en dan is er een overheid. En daar zit wat mij betreft heel weinig tussen. Eigenlijk liever niks. Dat is dan... Ja, en dan stopt Joost Hulst. Niet allemaal tegelijk, dames en heren. Volgens mij is dat direct... Hallo, ja, ja. Hallo. Even wachten. En met hem ben volgens mij is dat een bevestiging van de opmerking van Tim. En ik heb 4 vragen nog verzameld. En ik kijk naar de tijd. Dus we gaan deze 4 vragen nog ophalen. En dan kom ik terug bij Doreen en René voor de vraag die ik jullie eerder stelde. Allereerst. Goedenavond, Arnold Jonk. Ik ben bestuurder. Sinds kort. Ik denk dat het met de hitteschildfunctie in het onderwijs eigenlijk wel goed zit. Je zag dat net aan tafel ook gebeuren. Een politicus zegt wat. En een ambtenaar en een wetenschapper die kijken een beetje, nou ja, oké. En als bestuurder denk ik, nou, daar ga ik me niet druk om maken. Die hitteschildfunctie, dat gaat heel goed. Waar ik me drukker om maak, is de andere kant. Dus als er dingen in het onderwijs zelf gesignaleerd worden, wordt dat door beleid wel opgepakt, wordt daar wat mee gedaan. Dus bijvoorbeeld nu in Amsterdam, zien we de voorscholen bijna leeglopen. In Amsterdam levert dat heel veel nervositeit op en dat gaat niet goed met die leerlingen. Ik heb nog geen nerveuze activiteit waargenomen op het niveau van een departement. Terwijl dat... Wel lokale politiek al, toch? Ja, maar die krijgen daar ook moeilijk gehoor bij. Hè? Dus en een ander voorbeeld is leraartekort. Er wordt al jaren op scholen gezegd, dit komt eraan, dit gaat mis. En dan de reactie daarop is veel te traag. Dus dat hele idee van het hitteschild gaat uit van een idee dat... verstandig beleid of nieuwe initiatieven per definitie van boven komen waar je dan tegen moet zijn of zo. Hè? Of je moet, wat je moet negeren. Maar je moet het systeem zo neerzetten als onderwijsbeleid, denk ik, dat je ook serieus neemt wat er op je werkvloer in die scholen of in steden wordt gesignaleerd, waar mensen tegenaan lopen. En dat zou ook mijn antwoord op jouw vraag zijn. He, al die perfecte professionals in die scholen, ik ken er heel veel van, maar die lopen de hele dag tegen maatschappelijke veranderingen aan, waar ze graag voor gefaciliteerd willen worden of waar iets mee moet gebeuren, waar mensen dan vervolgens ook wel op moeten reageren. Dat kunnen ze niet zelf allemaal oplossen, dat vraagt steun en ontwikkeling. Heb je ook een suggestie van hoe dat eventueel zou kunnen, hoe die signalering naar boven beter zou kunnen? Ik denk, dus ik heb delen van het boek ook mogen lezen, ik denk dat daar een groot deel zit van ontwikkeling van ambtelijke professionaliteit. Om je weer veel meer te verdiepen in wat er op die scholen nou eigenlijk speelt. Hoe het met die leerlingen gaat. En dat dan vervolgens ook verder te brengen en zelf ook te agenderen. Dus niet alleen uitvoeren wat iemand in een regeerakkoord heeft opgeschreven. Hoe goed ze er ook over hebben nagedacht met elkaar gedurende 2,5 week. Maar dat je ook die andere kant vormgeeft. En dat vraagt ontzettend veel professionaliteit en onderzoek
en dataverstand en serieus nemen. En niet alleen op werkbezoek naar het allerleukste voorbeeld in de allerleukste stad als je toch in de buurt bent. Maar juist ook gaan kijken zeg maar, waar het niet goed gaat en waar mensen om aandacht vragen. Nou, dat vraagt tijd. En dat wil ik ook wel gezegd hebben. Het is makkelijk om kritisch te zijn op ambtenaren. Ben ik zelf geweest en ik ben er zelf ook kritisch op. Maar er werken op zo'n ministerie ook echt weinig mensen hoor. Die met een paar mensen zeg maar, het hele voortgezet onderwijs moeten doen. Er werken straks, wat je hier tegenover zit, het Barlees. Daar werken meer mensen in het voortgezet onderwijs dan op het hele ministerie. Dus dat moet je wel realiseren, zeg maar, dat ook zwaar werk is. Nou, volgens mij is dat ook onderdeel van de transparantie waar Dorien het over heeft. Dit soort dingen. Ik denk dat heel veel mensen zich dat helemaal niet realiseren. Dus dat is heel goed om gezegd te hebben, inderdaad. Is er nog een reactie van de tafel op het verhaal van Arnold? Ja, Paul? Nou, ik heb ook een vraag terug, want ik ben het wel met je eens, hoor. En overigens denk ik niet dat ik nou iemand ben die nooit op scholen komt waar het moeilijk is. Maar goed, dat laat ik maar eventjes. En het hitgeschild kan dus ook andersom werken. Dat geluiden vanuit het veld niet de politiek bereiken. Maar ja, hoe zie je daarin de rol van bijvoorbeeld een VO-raad en een PO-raad? En wat dat zouden de... Nou ja, dat zijn de gesprekspartners. Helaas is er nog geen beroepsgroep waar we meteen mee kunnen spreken. Maar hoe kijk je daarnaar? Naar die tussenlaag als het ware. Is dat ook niet een hitteschild naar de overheid toe? Nou, dus ik vind dat de laatste jaren, zeg maar, die raden echt heel sterk zijn geworden in handig omgaan met dat politieke proces. Dus dan wordt er zo'n convenant afgesloten. En ik ben er niet bij geweest, maar ik stel me dat zo voor dat ze heel tevreden naar buiten lopen als er afspraken zijn gemaakt die niet afdwingbaar zijn. Want dan heeft dan verder niemand last van. En daar zijn ze veel steeds competenter in geworden. Dus dat is ook de professionaliteit waar mensen volgens op worden aangesproken. Dat vervolgens, zeg maar, je kan die PO-raad in je eigen ingezonde stukken ook steeds groter maken. Maar er werken ook maar 15 mensen, zeg maar. Hè? Dus wat verwacht je daar nou eigenlijk? Weet je wel? Dus als je dat soort functies daar ook in wil, moet je dat soort partijen ook veel serieuzer nemen. Ook op dat soort agendering. En ze niet alleen maar beschouwen als een hindernis op weg naar wat je eigenlijk wil. Dus ik doe het van jou uit, hè? Ja. Jij wilt bijvoorbeeld die voorscholen agenderen, zeg maar wat. Ja, zeker. En tref je dan in de PO-raad een partner of meer een hitteschild? En, nou jongens, dat komt wel even niet uit. Nee. Ja, ik doe het nog maar 3 maanden nu, hè. Ja. maar daar ervaar ik een hoop responsiviteit op dat soort onderwerpen, hoor. Van, goh, dat heb ik vaker gehoord. Maar ik kreeg gisteren ook een enquête van de PO-raad. Of ik het bestuursakkoord van een paar jaar geleden eigenlijk wel kende. En of we daarmee bezig zijn. En dus ik dat dan netjes invullen. Vond ik ook wel leuk. Maar dus ik vind die agenderende functie belangrijk. En ik zou willen dat dat soort organisaties zich daar sterker in ontwikkelen. Maar ze moeten volgens daar ook serieus in worden genomen. En niet alleen altijd worden weggezet. Dat geldt voor vakbonden ook. Van ja, dan heb je hun weer. Ze zullen vast extra geld willen. Dus daar luister ik even niet naar. Dus daar zit wel. Dat zijn verhalen die je ook serieus moet nemen. Volgende vraag. Ja, er werd net heel veel over besturen gezegd, maar ik moet zeggen dat ik ook best wel blij ben met de rol die besturen hebben voor mij als schoolleider, want dat is mijn beroep, hè. Even Nijkens ben ik. En ik vind ook heel veel zaken die zij doen voor mij, die zorgen ervoor dat ik mijn werk als schoolleider goed kan doen, want ik wil eigenlijk gewoon onderwijskundig leider zijn. Maar waar ik eigenlijk op dit moment echt heel erg teleurgesteld in ben en eigenlijk heel erg weinig vertrouwen nog over heb in dan beleidsmakers, is inderdaad de belangrijke punten als het gaat om bijvoorbeeld het leraartekort. En dan wil ik echt zeggen, als de telefoon bij mij 's ochtends om 8 uur gaat, gaat er echt mijn hart slaat gewoon 25 keer over. En ik weet niet of ik mijn beroep nog kan uitoefenen. En ik zie overal hackathons en proefballonnetjes en we gaan in denktanks. En ik raak gewoon met de dag meer gefrustreerd. Want ik ben degene met mijn team die de dagelijkse praktijk moet oplossen. En ik heb er op dit moment eigenlijk geen enkele vertrouwen in dat de politiek ons ook maar 1 hand gaat reiken om dit probleem met ons op te lossen. Dus ik denk de enige oplossing is uiteindelijk 4 dagen naar school of met minder onderwijstijd of andere oplossingen, niet bevoegde leraren voor de klas. Ik kan legio creatieve mensen voor de klas zetten. Dat soort oplossingen kan ik wel bedenken, maar ik vind het zo teleurstellend dat we dit zo langzaam gaan aankomen en dat juist waar de politiek voor is, dat ze ons gewoon in de kou laten staan. Dat is inderdaad rond de voorscholen. Je ziet dingen aankomen en er gebeurt helemaal niks.
Ja, ik voel me uiteraard aangesproken. Nou ja, ik wil erop wijzen, dit kabinet zit nog geen jaar hiervoor. Maar hier kan ik niks mee. Nee, dat begrijp ik ook, maar ik kan hier ook niks mee. Want, ja, nou zeg het maar. He, zeg, als jij mij nu vertelt, dan moet er dit en dat en zus en zo gebeuren, dan gaan we dat morgen doen. Kijk. Maar er is nog niemand in Nederland geweest die mij heeft gezegd, hoe we nu even volgende week het leraar te ook alsjeblieft het lerarensalaris dus, omhoog, dat is al heel vaak gezegd. Is, heel belangrijk. Ja, zeer, zeer belangrijk. En wat er ook gebeurt, is op dit moment gaande, dat meen ik echt, dan wordt er een werkdrukakkoord gerealiseerd, wat ik echt goed vind. Maar bijvoorbeeld ook worden er nieuwe schalen ingevoerd, maar er wordt bijvoorbeeld niet gecheckt. Want de oorspronkelijke doelstelling was om mensen door te laten stromen in hogere schalen. Maar dat wordt op dit moment helemaal niet gemonitord. Eigenlijk hebben we veel schoolbesturen. Ik ken Arnold, ik vind hem echt een absolute topper. Maar ik zie ook ander beleid om me heen. Ik denk, help ons een handje, want ik kan dat gewoon als schoolleider niet oplossen. Ik wil echt serieus met alles helpen. Ik vind het ook heel erg dat het lerarentekort tenminste 10 jaar is genegeerd door vorige kabinetten. Laten we dat dan wel hier mogen zeggen. Je kunt niet verwachten dat je in 1 jaar oplost. Of dat je zegt van ja, na de zomer blijkt er ineens een lerarentekort. Laten we nu dus even de salarissen verdubbelen. Dan is er geen lerarentekort meer. Zelfs dan helpt het niet. Ik vind ook dat die kloof dicht moet. Dat zal ook echt gebeuren. Geloof mij. Dat heeft tijd nodig. We zitten ook in een politieke situatie waar dat mogelijk moet zijn. Nou, wie weet wat er allemaal nog kan. Maar geloof mij, ook dan is het lerarentekort niet. Je kunt 10 jaar verwaarlozing niet in 1 keer oplossen. Ik leef heel erg met je mee. Er gebeuren overigens wel allerlei dingen. Bijvoorbeeld rond zijinstromers, noem het allemaal op. Moet je ook ontzettend mee opletten, begrijp ik. Dus het is niet zo dat iedereen op zijn handen zit. Maar ik wou dat ik de gouden bullet had om dit in 1 keer op te lossen. Maar die is er gewoon niet. Ja. Ik ben daar de hele dag mee bezig met langetermijnplannen. Ik doordenk dat helemaal. Dat moet ik op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam ook doen. Dat moet iedereen die in het onderwijs doet. Iedere leraar in de klas doet dat ook. En dan voelt het alsof de politiek dat niet overziet. En dat vind ik zo onvoorstelbaar. Dat is echt mijn gevoel van onvoorstelbaarheid. Wat maar ik we zitten nu in een situatie dat er wel degelijk vanuit de politiek ook allerlei stappen gezet worden. Denk aan het werkakkoord. Het is bijna 500 miljard structureel. De salarissen zijn deze maand 8,5% gestegen. Volgende maand komt er nog een eenmalige uitkering. Het gaat wel echt over. Het zijn echte euro's. En je ziet de instroom bij de PABO's bijvoorbeeld, zie je stijgen. Maar ja, die mensen staan niet morgen voor de klas. Moeten we ook vooral niet doen. Nu mensen ineens voor de klas gaan zitten. Dus je hebt mij echt een partner. Maar ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe we het vandaag oplossen. Echt niet. Paul met van hooguit zelfwiskunde gaan geven. Met permissie ga ik even door naar de volgende vraag. Want volgens mij is hier het iedereen over eens. Lerarentekort is, weet je, uitdaging nummer 1. En dat moet ook worden opgelost. Mogelijk is het een heel mooi casus voor een 10-jarige ambitie om daar concreet iets mee te doen. Om weer terug te komen bij de materie van het boek. Ik ga even door naar de volgende vraag. Ja, Maarten Willems, speciaal onderwijs. En daar sta ik voor de klas. En we hebben het vanavond over de kwaliteit van het onderwijs. Dat, af en toe vergeet ik het wel eens, maar daar gaat het volgens mij wel vanavond over. En dan rijst bij mij de vraag, wie is er verantwoordelijk eigenlijk voor kwaliteit van het onderwijs? Ik voel mij verantwoordelijk als leraar wanneer ik voor de klas sta. In ieder geval, ik ben verantwoordelijk voor mijn klas. Maar er zijn heel veel mensen nog verantwoordelijk. En ik zou heel graag ook de vraag willen stellen vanavond. Hoe zorgen we ervoor dat de leraar de positie krijgt als degene die verantwoordelijk is voor het onderwijs? Natuurlijk hoor ik daar heel terecht facilitering van onderwijsgelden die er ook moeten zijn. Maar anderzijds is volgens mij ook de leraar zien als een professional wat heel belangrijk is. En ja, de beroepsorganisatie of beroepsgroep werd al genoemd vanavond. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leraar ook daadwerkelijk gezien wordt als iemand die volgens de wet beroep leraar zeggenschap heeft op inhoud, didactiek en pedagogiek. Wat overigens ook weer heel veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Je kan iemand wel verantwoordelijkheden geven, maar daar hoort dan ook de vraag bij, hoe wordt daar ruimte voor geboden? En kun je het misschien ook nemen, verantwoordelijkheid? Hoort daar misschien ook bij? Ja, maar je moet wel rekening mee houden als er een hele tijd is geweest waarin het gezegd wordt hoe het is. En je verwacht nu dat de zeggenschap bij de leraar komt te liggen. Dan moet daar ook ruimte voor zijn. Ja. Nee, misschien kun jij hier op antwoorden. Ja.
Nou ja, kijk, dus natuurlijk in het hele verhaal is er een ernstig gebrek. Dat viel net ook al aan een echte beroepsorganisatie. En we zijn nou eindelijk van de nep beroepsorganisatie af. Nep is het nieuwe woord, maar die gaat verdwijnen. Maar ja, er is wel echt behoefte aan een echte beroepsorganisatie waarin leraren werken aan de kwaliteit van het vak en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het verhogen van de kwaliteit van het vak. En dat is er nu niet. Dus in die zin denk ik, los van wat besturen zouden moeten doen en schoolleiders zouden moeten doen en leraren in de school, ligt er nog steeds een verantwoordelijkheid voor de professie om zich te organiseren als beroep en samen te werken aan hoe kunnen we nou het handelen in de klas verbeteren. Want wij zijn als leraren degene die dat het beste weten, want het is ons vak. Hè? En we nemen het meeste van elkaar aan als het gaat over hoe kunnen we lessen verbeteren. Hè? We kennen allemaal de deskundige die van buiten binnenkomt en een verhaaltje houdt en dan en niet precies ons kan helpen van hoe wij nou verder kunnen. En dat kunnen we toch met elkaar het beste doen. Dus er zit ook daar een aanleiding om met elkaar te werken aan expertiseverbetering. Hè. Zorgen dat mensen zich specialiseren, dingen gaan ontwikkelen, maar tegelijkertijd dat die kennis ook weer kan verspreiden door het systeem. En daar zijn die regionale centra waar we het over hadden, zijn daarin gewoon echt fundamenteel belang. Dus zoals het pleidooi hier aan tafel ook is, om te zeggen van eigenlijk zouden we die hele, dat hele linkerdeel zeg maar, van de muur, als je daar nog eens een keer goed over nadenkt en je zou eens nadenken, wat hebben we nou echt nodig om die kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Want dat is waar uiteindelijk al die organisaties voor op aarde zijn. Zouden we dat dan niet makkelijker en beter kunnen organiseren met een veel grotere rol voor leraren en bestuurders en schoolleiders? Dan denk ik dat we iets hebben. We gaan naar de laatste vragen, te beginnen bij deze heer. Ja, hallo, ik ben Erik Ex. Ook leraar, zonder school op dit moment. Ik geef geschiedenis. Wie? Ik geef geschiedenis, maak er geen zorgen. Geschiedenisdocent hebben we te veel. We hebben er veel te veel van. ontzettend bedankt voor een duidelijk verhaal en voor weer een boek. Kan niet wachten om te lezen. Maar ik heb ook een vraag. Jullie doen een aantal suggesties. Vraag voor Dorien en René natuurlijk. Jullie doen een aantal suggesties. Wat kan de leraar doen? Wat is de suggestie voor de leraar? Mm-hmm. Is mijn vraag aan jullie. Ja. Nou ja, kijk, mijn suggestie in dit hele verhaal voor de leraar is, wat ik net ook al noemde. Ik denk gewoon dat leraren zich moeten inspannen om zo'n beroepsorganisatie te maken. En veel van de dingen die leraren zouden kunnen doen, hebben we eigenlijk al omschreven in alternatief 1 en alternatief 2. En bij dit boek hebben we er echt op gefocust van, de kwaliteitsverbetering is uiteraard ook iets wat leraren zouden moeten doen. Maar we wilden ons nu gewoon eens even focussen op, wat zou beleid kunnen bijdragen aan dat hele verhaal. Dus in die zin komt er in de aanbevelingen niet veel terug waar je als leraar echt iets maandag mee kan, zeg maar. Hè. Dit is veel meer voor een andere tak van sport dat ze ermee aan de slag kunnen. Maar in die eerdere boeken zit uiteraard heel veel waar leraren nog steeds mee aan de slag kunnen. En ik denk ook dat animo onder leraren, ondanks het verdwijnen van de onderwijscoöperatie, of juist dankzij, nog veel groter is dan voorheen. Ja. Maar mag ik jou even aanvullen, René? Want volgens mij zei jij voordat je dit ging zeggen iets heel belangrijk, dat wel een beetje het centrale punt vanavond is, en het boek wat mij betreft. Uh-huh. Namelijk een grotere rol voor leraren, schoolleiders. Nou, ik zeg er natuurlijk ook bij bestuurders, ouders, uh-huh, al die mensen die samen dat onderwijs maken, in dat beleid en in het nadenken over oplossingen. En zoals Arne Jonk ook aangeeft, van de signalen die er spelen, zorgen dat die doorkomen. Zodat ook hier heel duidelijk een soort verontwaardiging en ongeloof van hoe kan dat nou? Dat wij dat allemaal in die praktijk hebben gezien. Nou, u ook als leraar. En hoe krijg je dat nou, ik zeg toch naar boven. Of naar, in ieder geval, hoe krijg je dat in het beleid, de strategie, datgene waar bestuur, beleidsmaker, Nederland zich druk over maakt? Ja. Volgens mij is dat echt een kernvraag. En daar ligt dus volgens mij, zeggen jullie ook, een grote rol voor leraar. Maar het is wel zoeken. Hoe? Ja, wie gaat die onderwijscoöperatie nu oprichten? Misschien jij. Serieus af. Ik bedoel, je hebt er een tijdje rondgelopen, geloof ik. Ja. Ik kom bij jullie vooraan.
Maar eerst is hier nog een vraag. Hi, ik ben Barbara Dejanus. Ik ben zo gespecialiseerde leerkracht. Ik ben taalcoördinator, rekencoördinator. En ik werk een dag boven schools bij de Amstel Academie. En wij hebben dus een netwerk opgezet voor de professionalisering. En ik ben ook nog juf, hoor. Ik zijn allemaal mijn voet in de klei. Om kennis te delen. Dus ik werk ook voor het bestuur. En wij doen dat vanuit het bestuur, maar voor de leerkrachten. En dan haak ik toch even aan bij de directeur aan de overkant. Want we hebben een heel groot lerarentekort. De werkdruk is groot. Dus de mensen hebben gewoon werkelijk geen tijd. En ze worden gefaciliteerd. Alles wordt betaald. Ik zit nog steeds in een schaal waarvan ik zelf denk... misschien moet dat ook. Zeg maar de werkdruk van meneer Van Menen, daar ben ik ook al een beetje klaar mee. Mm-hmm. Want die is ook heel, heel hoog. Dat hebben we nu al vaak gezegd. Maar ook het opzetten van een professionaliseringsnetwerk... Ja. Is in dit moment, in de huidige tijd, echt heel lastig. Ja. Echt, echt heel lastig. En meneer Van Menen, er moet gewoon echt geld bij... Dat is de oplossing. Maar goed, die moet ik dan toch nog even... Meneer Van Menen niet te overtuigen, denk ik. Daar is volgens mij meneer Van Menen het wel over eens. Wij, eventjes in ons verkiezingsprogramma stond dat wij 3,8 miljard extra voor het onderwijs over hadden. Wij hebben in ons eentje, zal ik maar even zeggen, als progressieve partij een regeerakkoord gesloten. Er is 1,9 miljard naar het onderwijs en het grootste part daarvan gaat naar het basisonderwijs. Nee, dat is onzin. Nee, ja, ik heb enorm veel waardering voor PO in actie. Maar die werkdrukmiddelen bijvoorbeeld, dat 500 miljoen, stond gewoon in ons verkiezingsprogramma. Kijk, PO in actie is 3 weken voor de verkiezingen gekomen. Dus niemand had in zijn verkiezingsprogramma iets staan voor salarissen. Daar gaat het volgens mij niet om. Ik denk ook dat er nog veel meer geld naar scholen moet. Maar niet alleen maar, en dat wil ik wel zeggen, dat moet niet alleen maar vanuit de overheid komen... Want ik zeg je, dat heb ik nu vanavond een paar keer gezegd, het draagvlak in de overheid, bij de politiek, is zeer broos. En hoe komt dat? Omdat er de afgelopen jaren heel veel extra geld naar het onderwijs is gegaan, wat veel te weinig bij jullie terecht is gekomen. En dat zit dus niet meer in Den Haag, dat zit ergens anders. Nou, en ik geef je te raden waar dat dan zit. En daar moet je ook over nadenken. Ik vind het te gek voor woorden, eerlijk gezegd, dat de PO-raad en PO in actie samen naar Den Haag komen. Ik zou zeggen tegen PO in actie... Ga ook eens even bij je eigen bestuur kijken. Afgelopen jaar weer 100 miljoen erbij geschreven. Passend onderwijs blijft elk jaar 100 miljoen over wat niet bij kinderen komt en bij docenten. En zo gaat het maar door. Kijk daar nou eens naar. Kijk eens naar de organisatie waar je in zit. Wie in je organisatie, op je bestuursbureau, draagt bij aan wat jij voor de klas staat te doen? Dit vergt nog een hele nieuwe bijeenkomst, denk ik. Durf daar naar te kijken. Je hebt het recht, je hebt ik heb ervoor gezorgd dat je instemmingsrecht hebt op je begroting. He, dus durf ook te kijken naar het geld dat er al is. En zorg nou dat dat bij jou en bij jullie terecht komt. Oké. Okay. Tuurlijk. Maar ik bedoel niet schrap de conciërge nou eens. Ik ga hier even ingrijpen. Dat bedoel ik helemaal niet hoor. Dit is, hier kunnen we nog verder over praten zodra we aan de bar staan met een biertje. De laatste vraag is aan u. Nou, ik ben Aniek van Harraad. Ik ben secretaris bij de beroepsvereniging Opleiders in het MBO. Wat je kan doen vanaf maandag is lid worden. Het eerste jaar is gratis. Daarna kost het €38 per jaar. En daar zijn wij bezig om onze beroep te ontwikkelen, om zelfzeggenschap te krijgen, onze eigen vakmanschap neer te kunnen zetten. En als we dat nou met z'n allen doen, en het kost ons ontzettend veel moeite om leden te krijgen, wat ik eigenlijk heel raar vind. Maar als we daarmee zouden beginnen, dan zouden wij eigenlijk behoorlijk wat governance neer kunnen zetten vanuit de professional. Goed idee. Ten slotte... PMVO moet je daar mogelijk ook mee beginnen. Met beroepsvereniging, snap ik. Als laatste toevoeging. We zijn echt een beetje over de tijd heen. Dus ik wil graag terugkomen op mijn vraag die ik jullie eerder stelde. Ja. Als er nou echt één suggestie is die jullie doen, die jullie morgen zouden
kunnen bewerkstelligen. Dorien, wat zou voor jou dan het antwoord zijn? Ja, nou, Edith, je had me bijna over de streep met de regionale kennis, expertise. Ik weet niet eens meer hoe we het nu uiteindelijk hebben genoemd. Maar het gesprek tussen Eva Nijkens en Paul van Menen leidt me toch tot de conclusie dat ik de belangrijkste vind, het formuleren van een 10-jaren ambitie in plaats van een 4-jaren ambitie. Dat komt omdat ik word een beetje nerveus van dat regionale kenniscentrum. Omdat ik denk dat de voorwaarden daarvoor er gewoon nog niet zijn. Dus ik zie voor me dat dat ook heel snel kan mislukken als we dat nu gaan verwachten. En ik denk dat echt een basisvoorwaarde is die 10-jaren ambitie. En voor mezelf is het verschil tussen de huidige 4-jaren politieke termijn en de 10-jaren termijn, die ook nog ingebed is in een 30-jaren termijn, is of ik steeds meer voor de politiek ga werken, zoals meneer Van Menen graag ziet, of dat ik ga werken voor de maatschappij en de maatschappelijke ambitie. Voor de leerlingen. Ik ben van mening dat ik echt allebei doe. Dat ik een belangrijke functie heb in de balans tussen die twee goed te houden. En een 10-jaren ambitie helpt mij daarbij. Kunnen we dan, om het even concreet te maken, zouden we kunnen zeggen, en misschien Paul kun je daar dan mee naar Den Haag gaan, als we dan een 10-jarige ambitie kunnen formuleren. Nou, het lerarentekort is probleem nummer 1. Niet om binnen 10 jaar het lerarentekort op te lossen, maar om binnen 10 jaar ervoor te zorgen dat er nooit meer een lerarentekort is. Ja. Ja, nou, dat wil ik wel beloven, ja. Dat klinkt een beetje flauw, maar ik denk ook dat de weg is om dit soort. Want was het 10 jaar geleden maar zo geweest dat iemand een 10-jarig beleid had geformuleerd om dan nu geen leraartekort te hebben. Ik denk dat we, jullie zeggen ook, we moeten blijven leren. Je moet durven falen. Nou, we hebben gefaald als politiek, zeg ik dan maar even, over de afgelopen jaren. Daar mogen we dan ook volgens jullie boek van leren. Nou, laten we ervan leren dat we dit soort problemen die we kunnen zien aankomen, dat we dat tijdig mee beginnen, maar wel echt ook de tijd nemen om dan de goede maatregelen te nemen. En nu zitten we een beetje in een fase van paniek. En laten we alles doen. We durven bijna niet meer. Voor het weet gaan we gewoon iedereen die een krijtje vast kan houden. Dat is zo'n wit dingetje, zeg ik dan tegen de jongeren onder. Gaan we voor de klas zetten. Dat moeten we dus echt niet doen. Nee. Ik zou dan wel heel graag willen horen. Want dat betekent dat je het nu niet moet hebben over het lerarentekort. Jawel, juist wel. Nee, dat betekent dat je nu al moet weten wat het lerarentekort is, een variabele is over 10 jaar. Ja, okay. En dat is het huiswerk wat je eigenlijk hebt. Ja. Dat is ook iets waar je bij uitstek in de politiek heel de lange lijnen naar voren. Ik teken daar nu even een X, ik heb daar wel ideeën over, maar dat hebben we allemaal. Daar moet je het nu over hebben. En de paniek van de varkenscyclus die is enorm groot, natuurlijk, het leertekort. Maar dat is niet waar het nu dan over zou moeten gaan. Mm-hmm. Nou, dus dat heb is heel daar 3 punten van. Concreet, gebruik. Helder huiswerk? Ja. Nee. Ja, kijk, dus met het eerste boek, het alternatief, hè, wat we toen gedaan hebben, is we hebben een soort lens gemaakt waarmee je naar beleid kan kijken. En de grote vraag uit het eerste boek is: waar is de leraar in dit hele verhaal? Waar is de leraar in de onderwijsraad? Waar is de leraar op het ministerie? Waar is de leraar in beleidstrajecten? Waar is de leraar in curriculumontwikkeling? Dat was een hele krachtige vraag die leraren konden stellen. En wat ik hoop is, als een van de dingen die ik hoop dat een lens gaat vormen voor leraren en ook voor anderen, is die 10-jaren ambitie. Dat als in de politiek weer een plan wordt gelanceerd, dat we dan allemaal kunnen zeggen: hallo, sluipende crisis. Waar is het de 10-jaren ambitie? Waarom is dit plan niet in? En als iemand weer komt met oké, over 3 jaar zijn we daar. Dat je zegt, nee meneer Slob, 10 jaar. Waar zijn we over 10 jaar? Want in 3 jaar kun je niks realiseren. Als we dat neer weten te zetten met z'n allen. Dat we allemaal zeggen, ja, we willen het onderwijs verbeteren. Maar we willen realistische verwachtingen. Accepteer nou dat het niet in 3-4 jaar kan. Maar dat het altijd 10 jaar zal duren. En het liefst hebben we ook plannen voor de komende 30 jaar. Nou ja, dan denk ik dat we met het boek een heel belangrijk doel hebben bereikt. Dus ik sluit me bij iedereen aan hier aan tafel. Dat zou wat mij betreft de nummer 1. Nou, dat lijkt me een heel mooi slotakkoord van deze avond. Ja. Mag ik alle. Oh, hey.
Nee, dat volgende boek. Ja, vakinhoud, volgende boek. Even wachten, dan gaan we daarmee aan de slag. Mag ik allereerst Paul en Edith heel erg danken voor jullie aanwezigheid en bijdrage. Mag ik uiteraard Doreen en René bedanken voor het prachtig boek. We doen de inhoud van het boek ook totaal niet volledig recht met vanavond. Er is echt nog veel meer in te lezen. En er zijn heel veel kopieën aanwezig, begrijp ik van René. Ja, jullie krijgen allemaal een boek. Dus neem die vooral mee. En mag ik heel erg u allen bedanken voor jullie aandacht en aanwezigheid. Ja, we gaan hem overhandigen. Ga lekker een biertje drinken, zou ik zeggen.